Hey iedereen en welkom terug bij Jeugdhuis, TV. Zoals jullie weten zijn wij elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag live vanuit de Jeugdhuis, studio thuis in jullie kot op jullie beeldscherm te bekijken. Wat doen wij met deze livestream? De donderdagavond dan nodig ik telkens een gast uit die interessant kan zijn voor de jonge mensen. En om de zoveel tijd doe ik een keer een Savvy Skills aflevering. Wat is dat Savvy Skills? Dan komt er een jonge Brugse kunstenaar of kunstenares af om, hun skills te tonen. Wie weet ontdek je dan je passie. Maar vandaag gaan we iets anders doen. Vandaag hebben we iemand uitgenodigd die ook kunstzinnig bezig is. En dat is Jeroen Willems. Welkom Jeroen. Dank u wel. Ik ga jou eerst keer een kleine inleiding geven. Doe Imo. Wie is Jeroen? Jeroen is schilder in hart en nieren en alle werken van hem bevatten verf. Als schilder zoekt hij texturen op en haalt hij inspiratie uit de omgeving, zowel in de natuurlijke vorm als artificiële vorm. Jeroen is altijd bezig met een nieuw project en dat gaat van zines, bordspellen naar collaboraties met andere mensen en nog veel meer. Dus Jeroen, hij had tijd tekort. Ja, vaak wel. Ja. Dat is een veel voorkomend probleem bij mensen die niet één focus hebben. Dus... Die gewoon her en veel doen. En ja, met wat hou je dan allemaal bezig bijvoorbeeld? Wel, nu de laatste tijd ik weer wat meer bezig met bordspel, ontwerp en bedenking. Ook de zien zelf kost wel wat tijd en is ik wel langdurig mee bezig. Schilderen wanneer dat ik inspiratie slash zin en tijd heb. Ja, van alles. Ik heb een lasercutter gekocht laatst. Dat is ook weer het wat dat me heel in aan het verdiepen zin om zelf dingen te kunnen belezeren en maken. Voor de mensen thuis die dat misschien niet weten, en ik weet dat eigenlijk ook niet zo goed, wat is een lasercutter? Het is een machine die op twee assen werkt en die met de laser eigenlijk kan graveren of snijden in verschillende materialen. En dus zoals hout? Of? Hout, leder, acryl, kurk, papierkarton. Ja. Ja, heel veel materialen. Ja. En acryl, is dat dan enkel de verf? Acrylaat, dat is een soort kunststof, zoals like, plexiglas. Ja, acrylaat. Oké, dat is wel super cool. Ik ben super blij dat je wou komen vandaag. Is er iets dat je speciaal zou willen zeggen aan de kijkers of willen meegeven aan de mensen vandaag? Of is het just chilling? Ik zou zeggen, ik kan een beetje promo maken voor mijn zien. Ja, dat is ook... Tweede editie van de Boss Scene. Ja, dat moet alleen dan het. Ja, ik was heel excited. De Boss Scene te verkrijgen in verschillende locaties in en rond Brugge. Ja. Vertaalde platform voor verschillende kunstenaars. Eigenlijk de bedoeling om wat meer laagdrempelig te kunnen mensen overtuigen om toch hun aandacht wel eventjes te focussen. Ook al is het maar 5 minuten in een kort boekje aan wat er gaande is in de Brugse artistieke scene. Dus eigenlijk zie je een beetje een facilitator, als ik het zo mag zeggen, om underground mensen toch een beetje platform te geven. En mezelf daarbij ook, natuurlijk. Dat zou wel zien. Ik denk dat wel, want ik vind wel, hier in Brugge, like, er is heel veel borrelend, ergens al zo. Ja, zeker weten. Maar zeker weten. Ik vind soms dat mensen er te weinig mee naar buiten komen. En door zo'n dingen komt dat wel onder de aandacht, denk ik. Ja, inderdaad. Ik heb daar zelf ook heel lang mee gekampt, met dat vraagstuk van... Kan ik naar buiten komen? Maar ja, iedereen heeft wel zijn Facebookpagina, zijn Instagram, zijn online presence. Maar dat is internet. En ik denk dat we wel nog altijd in onze naaste en directe omgeving moeten kijken wat er ook wel leeft. En je kan fan zijn van dingen aan de andere kant van de wereld, maar er zit iemand die ook jouw specificaties kan vervullen 2000 verder. En je had nooit weten, soms. Is wel cool, support your local scene eigenlijk. Zeker, ja. Dat is eigenlijk waar dat om draait. Ja, dat is super cool. Ik ben zeker fan van dat project. Baas, voor wat staat dat eigenlijk? Is dat een afkorting? Ja, dat is een beetje. Het is altijd moeilijk voor naam te zoeken. Ja. Dat mag ook niet te veel zeggend zijn. Want vanaf dat je zegt pinguïn, en mensen het beeld van. Ja, pinguïn, maar wat is dat nu eigenlijk? Dus ik wou iets ruim. Iets Brugs. Dus baas op zijn Brugs geschreven, want het had over... West-Vlaams woord. West-Vlaamse bazen, had ik maar zeggen. En het is ook een losse, korte afkorting van Brugse ondergrondse art scene. Ondergrondse. Ondergrondse, like ja. En wie staat er bijvoorbeeld in de edities die je al hebt gedaan? Zijn er twee nu? Ja, nu, dat is nu de tweede. De eerste was in zwart-wit. En ik heb rechtstreeks in mijn kennisgroep... gezocht naar
wie doet wat en hoe kan ik dat allemaal een beetje samenbinden. Dus er staan foto's in, afbeeldingen, Raven Lamoot. Ja. Ik heb een trui van hem. Van Brugge? Ja, ja, ja. Ik ben aangepast. Raven onder andere. Gérard Cornet. Ja, AJG voor de zijn muziek ingezet met een QR'tje, zodat je er gemakkelijk aan kan. Ja. En twee, Timothy Verlinde. Ja, ook bekend. Met zijn houtsnede zelfs. Ja, inderdaad. Rodrigo Fraga. Muziek van Neil van Haasbroek, ja. Van Villa Botta. Ik denk dat... Sebastian Penson, dat is de cover van hem. Is echt, ik vind de cover... Allee, de eerste cover is ook super vet, maar ja, de tweede vind ik wel, echt... Het is echt wel een eyecatcher, hè. Ja. Ja, zeker met de kleurtjes, dat is zo een beetje psychedelisch, like ook, vind ik. Dat ja, cool. Wel, ook toevallig opgekomen, gewoon op zoek naar wie doet er wat in Brugge. En op hem gekomen via een maat die hem kost. Mm. En dan... Terug beginnen graven in je geheugen. Ah ja, maar inderdaad, ik heb er nog mee. Je hebt school gezeten. Ja. Dat is ook al zo tof in Brugge, dat je altijd wel een link hebt met iemand. Het is klein, hè? Ja, zeer klein. Oops, en dat is ideaal voor deze small scenes te steken. Die eigenheid van de stad, also. De mensen die elkaar kennen, indirect of direct. Ja. Maakt niet echt uit. Ik denk dat er ja, inderdaad heel veel creatieve mensen zijn en dat de cirkel ook wel... Allee, ja, en verrassend genoeg, hoe meer dat je er kent, hoe meer dan er bij je komen. Ja, hoe meer je er kent, hoe meer je er eigenlijk niet kent. Ja, awel, dat is echt zo. Soms word je zo wel bevestigd in je haten dat je eigenlijk hebt. Dat je eigenlijk soms zelf niet weet wat er aan de hand is in je ja. stad. Omdat er, ik weet het niet, ja, niet veel meer naar buiten gekomen komt, wordt. Of ja, variabele redenen, zou ik zeggen. Ja. Ik vroeg mij af, dus je hebt dat idee, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk? Well, ja, de zine culture is mm-hmm. eigenlijk wel al iets ouder, jaren 80, 90 zou ik zeggen. Ja. En dat is echt iets, of dat wij in België zo onze strips zijn, en in Amerika comics, in Japan de manga. Ja. En zine culture is er overal wel geweest, dat is een manier geweest voor ja, voor kunstenaars en voor creatievelingen om iets te kunnen uitgeven die soms zelfs gewoon te samen geplakt is, met kopieën ja. en weet ik veel wat. Ik heb dat ook nog gezien. Om gewoon te kunnen dat aan de man krijgen van kijk, ik ben bezig met dingen, ik wil dat tonen ja. aan mensen. Het kost een appel en nee, het is allemaal gewoon heel, soms heel slechte kwaliteit, wat dat soms ook wel de charme ten goede ja. komt natuurlijk. Also. En ja, in Nieuw-Zeeland had ik zo'n maat zitten die daar ja, echt zwaar mee bezig is. En die zo ja, al van die rare ideeën uitwerkt op dat vlak. Like de ACAB book, de Adult Coloring and Activity book. Okay. En allemaal heel rare tekeningen voor volwassenen. Klinkt voor in te cool. kleuren. Ja, massa's cool. En hij had dat gewoon naar de printer en drukt dat 100 keer af. En plooit ze zelf en je steekt ze nietjes. En je gaat gewoon de stad in en je gaat ze rondleggen. En, en dan zo kreeg hij zo een beetje een erkenning of een podium, had maar zeggen, ja. voor te tonen hoe dat een kan. Dat en ja, Park is meegeholpen met hem voor zo wat kleine comics, cartoontjes, doodeltjes, pagina, vulling te maken en zo. En ja, dat is wel bijgebleven. Ja. Ik kan als wel het idee van, ik wil dat zelf ooit wel een keer doen zo, als de tijd daar is. Ook daar de energie, de tijd te hoesten voor hen. En de tijd was rijp. En ja, ook de juiste mensen in je omgeving. Ja. Like die eerste, ja, kan direct al mijn publiek, die wou dingen tonen. Ja. Direct mensen die het kennen en kunnen en daarmee uit willen treden. Dat moet ook. Ja, je moet dat wel natuurlijk. Hè. Je hebt evenveel mensen die creatief bezig zijn, maar puur voor hunzelf. Ja. En nu op zoek zijn naar feedback of whatever. Begin je uiteindelijk bij jezelf, denk ik dan? Ja, sowieso. Of voor jezelf of zo, maar het is, ja, de stap om ermee naar buiten te komen, wel inderdaad niet iedereen. Ja, nee, niet iedereen wil dat. En dat is oké. Okay, dat is geen must. Maar als je dat dan toch wilt, ja, dan kun je het maar doen. Ja. Kun je het maar proberen. Dat is waar. En ja, je idee was er dan, de tijd was rijp. Hoe ben jij daar dan aan? Like, ben jij zelf naar heel veel mensen al gevraagd, gegaan om te vragen van ik maak dat, wat je erin? Mm-hmm. En is dat nu al een verschil met de tweede editie, dat er mensen ook naar jou komen om te zeggen van cool project, mag ik ja, mee? Ja, dat begint stuitjes aan te komen, inderdaad. Bij de eerste inderdaad was het gewoon zelf vragen aan iedereen. Heb je zin om mee te helpen eraan? Wat kan je tonen?
een beetje een lijn zoeken ook, want het mag ook geen cacophonie zijn. Van dus dat doe je wel zo'n beetje... Ja, ik probeer wel een beetje, ja, moet je zeggen, te cureren en er een lijn in te maken, zodat het toch wat dat overkomt ook. Ja. En dat je een goede volgorde hebt van de werken, dat het niet verloren gaat in chaos, dat er plaats en ruimte is om bepaalde dingen te tonen van foto's die dan gewoon mooi naast elkaar kunnen geplaatst worden tot fold-out pages, om dan één werk op zich te belichten. Dus dat probeer ik dan zelf wat te doen, is te kijken hoe dat best in beeld komt en hoe dan de mensen het meest eraan gaan hebben en dat visueel tot z'n recht komt, want het is enkel visueel natuurlijk. Hè. Dus, maar je beperkt je dus tot beeldend... Ja. Er staan teksten bij geschreven door mijn zus. Bedankt daarvoor. Maar de dingen ligt daar niet op. De focus ligt daar niet op. Het gaat echt om het beeldende. Het beeld. Ja. Maar ik zou dat wel nog wel aan doen, uiteindelijk. Ook platform voor mensen met gedichten, met kortverhalen. Het zijn er ook veel, hè? Ja, het zijn er heel veel. Dus ik denk dat er daar zeker ook publiek voor in is, sowieso. Ik denk dat zeker ook, als je eraan begint, wil ik zeker voor te zoeken. Het zou wel zin, tuurlijk. Ik weet er al een paar zitten die heel goed kunnen schrijven, maar die zelf nog niet de stap zetten of nog niet weten hoe dat ze de stap moeten zetten om daarmee naar buiten te komen. Mm-hmm. Want ik denk dat je toch al even bezig moet zijn met zelf iets te doen voordat je gaat zeggen van nu ga ik mezelf op podium geven. Want dat vraagt ook wel een beetje durf, denk ik. Ja, het is vooral dat. Je moet jezelf wel een beetje pushen naar dat punt. Jezelf vertrouwen, wat winnen. Ja, om zelf zeker genoeg te zijn, om jezelf open en bloot te staan, eigenlijk. Ja. Want daar komt het wel op neer, ja. Mensen zijn, ongeacht wat dat ze zeggen, het kan me niet schelen wat dat mensen bezig zijn. Mensen kennen altijd. Sowieso zijn je ermee bezig. En je graag dat je werk geapprecieerd wordt. Hè. Ja. Dus dat was in het begin ook wel voor mij een beetje... Niet stressen, maar toch wel een gezonde anticipatie van wat dat even. En, ja, dat is bij iedereen anders natuurlijk ook. Hè. Ja, dat is inderdaad waar. En hoe kom je eigenlijk van het idee in je hoofd dan... Je hebt je werken dan. Hoe kom je dan tot je eindproduct? Want je hebt het uiteindelijk wel zelf laten drukken en in elkaar gestoten. Dan. Was dat moeilijk? Dat is wel zoeken. Ik heb in de academie gezeten, waar ik veel verschillende dingen gezien heb. Schilderen, fotografie, ontwerp ook. Dus ik heb wel een beetje een basis waarop dat ik kan terugvallen om in Illustrator, Photoshop of InDesign of zo. Ja. Daarmee aan de slag te gaan. Voor mij is mijn weapon of choice Illustrator. Ja. Vectorieel, druk, klaar, gezever met onze... rare formaten, pixelation. Ja. Dat was voor mij wel heel belangrijk dan, dat gewoon direct druk klaar is. Ja. Dus daar gewoon mee beginnen spelen. En aldoende leer je jezelf weer wat meer aan. Begin weer wat dingen te dagen van je schooltijd. Van, daar heb ik gezien hoe ik dat moet doen. Dat is toch nuttig dingen op school geleerd. Tuurlijk, sowieso. Dus ik heb dat soms ook gezegd, dat ik zelfs nu nog terugval op mijn... kennis dat ik heb opgedaan in het middelbaar, maar dan over filosofie en zo. Ja, en soms denk je er niet over na dat er is, hè, in je hoofd. Ja, dat zit erin. Ja, dat is echt wel. Ik ga trouwens nog een keer zeggen voor de mensen die aan het kijken zijn, als jullie een vraag hebben voor Jeroen, of gewoon iets willen zeggen, of als je zo'n zine wilt, dan mag je dat in de comments droppen en dan gaan wij daarop ingaan. Daarbij aansluitende, zo'n baas, waar kan je dat vinden nu, als je eentje wilt? Nu liggen ze in een paar locaties die open zijn voor het publiek. Like de Cherrypickers, Lange Straat, Boekhandel De Reigeren op de Markt, in de Strip. Ze is ook verkrijgbaar. Waar is dat? De Strip in de Katelijnenstraat. Ken ik niet. Stripwinkel. Strip, comics, graphic novels. Nog niet geweest. De Lilo, kan je het gaan halen. Bij Thomas en de Fresh. Fresh. Ik vind dat cool, want er liggen daar inderdaad zelfs zo cd'tjes van een beetje underground hip-hop artiesten. Ah ja, inderdaad. Ja, Konar's cd was daar ook voor gegeven, maar dat is een Bruggeling geweest. Ja. Die is nu weggelopen naar Gent, maar het is een Bruggeling. Een uitweteling. Ja, inderdaad. Maar je keert soms nog een keer weer, dus het is oké. Dan is het goed. Ja, ik vond het echt super cool dat ik dan zijn cd'tje daar zou liggen, omdat ik wist van, hey, dat is underground, maat. Nice. Maar ja, Thomas van de Fresh ook is zelfs dan, like, wel bereid om zo...
die extra mile te gaan voor lokale dingen en zo, is er wel zwaar mee bezig. Ja. Dus het is tof dat je dan, als je in de zoektocht zit voor ergens het wat te kunnen verspreiden en zo, dat je zo mensen tegenkomt. En ja. Dus wel, en je kent hem al of je bent er gewoon binnen gestakt? En... Dat is via. Ja. Veel mensen kennen hem. Dat is zo, ja, een naam dat je af en toe een keer voorvallen. Je hebt dat heel vaak in het brug. Ja. Je hoort dat zo, ah, dat zie je hier. Je kunt dat dan een keer een gezicht opplaten. Ja. Tot dan een keer een klapje. Ja, dat is eigenlijk is heel handig. Organisch in brug. Hè, allemaal. Ja, eigenlijk dat wel. Dat voor- en nadeel niet. Dat ja. Kleine groep. Moet de voordelen voorop zetten gewoon. Ja. En de nadelen een beetje negeren. Dat komt dat wel in orde. Mooie visie. We zijn er altijd waar. Maar je doet nog andere dingen, hè? Ja. Misschien moeten we stukje per stukje een keer kijken naar wat je doet. Dat is goed voor mij. Ja, ja, ik zie daar geweren liggen. Yes. Zo, het is net echt. Dat ik eventjes mee bezig geweest ben, nogal San. Als ik daar een keer zin in heb, pak ik zo een Nerf gun. Dat is een Nerf gun. Iedereen kent de speelgoed. Is dat een kleintje? Ja, ja, toch. Iedereen kent wel zijn speelgoedgeweertjes. En... Ik wou eventjes niet mee dat je hem ging... Hoe moet ik hem laden? Trek hem eronder. Ja, het zit niks in, hè, nu. Ik kan hem vast, dat is niet goed. Hé, maar het ziet er wel super cool uit. Ja, dat is ook super tof om dat te doen, voor dat te schilderen. Dat is heel, heel belonend, heel gratifying om daarmee bezig te zijn. Dat gaat ook behoorlijk snel. Ja. Dus dat is echt ja, direct resultaat. Ook als ik niet weet wat dan, dan doe niet ik dat. Niet nog mee schieten, hè? Nee, dat is niet terug. Ik geloof er nu geen niets van bent. Maar ja... Het was me gewoon zo opgevallen dat er heel veel plastic in speelgoed wordt gemaakt, die dan gewoon gedumpt wordt. Ja. In kringlopen op tweedehands, rommelmarkten. En als het niet verkocht gaat, gaat gewoon naar de vulbak. Dus dat kost dan zo stukken van mensen soms. Zo'n speelgoedgeweertjes uit de winkel te gaan halen. Ja. En ja, je klein speelt daar dan wat een maand of drie mee. En dan dat is dat beu. En dat verdwijnt, dat is een plastic berg. En ik dacht, ja, dat is wel leuk om eens een keer een ander uitzicht te geven. Dus ik ben al zo op zoek op rommelmarkt naar iets van water, zo wat dingen voor te schilderen, robotjes. Die is mega cool. Robotjes schilderen, ik weet veel wat. Ik weet niet of dat die nog werkt. Nog batterijen. Wat de... Hoe fijn is dat ding? Dat is gewoon op een rommelmarkt. Ja, bij ja, maar ja. Dat is ook, je moet een beetje zien wat je daarmee kan doen natuurlijk. Ja. Want je ziet een lelijk wit plastic geval. Dat was een wit lelijk plastic geval? Ja, dat was wit met een zwart dingetje van onderen en zo. Ja. En ja, dat is kitsch, dat is brol. Mm-hmm. Maar je kunt er wel iets mee doen dat leuk is en dat misschien zelfs een verhaal vertelt. En ik ben wel zo'n sci-fi fan. Ja, ik vind dat er heel... Ja, inderdaad, lijkt fantasierijk uitziet of zo. Like, of wat ja, zo'n steampunk toestand. Ja. Ja, voilà, het is dat. Dus je kunt daar heel veel creatieve vrijheid in kwijt voor dat zo weer een nieuw leven te geven. En, zo. En dat is de bedoeling met zo'n van die plastic geval. Om mensen dat weer aantrekkelijk te laten lijken. Zo. Snap je? En doe je daar nou iets mee? Like, verkoop je die? Of is dat gewoon puur voor jezelf? Dat, je denkt, dat is voor mezelf. En om mensen dat geïnteresseerd zijn, verkoop ik dat. Er maar eens mee. Dat even gezak aan me. Nee. En dat is goed vernist. En ook, ja, soms zie je er een uur mee bezig, omdat je pees van, ah, wow, ja, je kunt er een beetje roest aan steken. En soms zie je daar 5 minuten mee klaar. En maar wat doe je dan gewoon? Met welke verf is dat bijvoorbeeld? Ja, eerst wrijf je dat helemaal af, dan plastic primer. Ja. En ik werk vooral met de acrylverf. Omdat dat minst solvent, minst... Minst wat? Wel, solvent, ja. Ja, zo'n solventbasis van verf. Dat is dan meer op alcohol, ja. Meer met verschillende composieten. Like, je ziet Chinees aan het spraycans, ja. Dat is vooral niet zo ecologisch. Ja. Door al die stoffen voor dat te laten vernevelen, dan weet ik veel wat. Ja. Dus probeer zoveel mogelijk wel met borstel en gewoon acrylverf, ja. Waterbasis. Ja, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Dat je, het klinkt wel logisch inderdaad, wat Rick dat dacht. Als je zo ja, massa's. En ook zelfs verf in potten, nee, kan ook op alcoholbasis zijn. Is dat dan omdat dat sneller droogt? Of? Meestal is het veel trager te drogen. Like, acrylverf droogt heel snel. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel behoorlijk leuk voor mee te werken. Dan, want je kunt direct laagjes leggen. En olieverf gaat heel traag. Dat is ook niet echt voor zoiets niet te doen. Maar ja, je hebt veel verschillende soorten verven.
lakverf bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan ook weer wat vervuilender. Ja, dus dat is wel ja. cool dat je er ook over nadenkt. Van... Proberen, maar sowieso als helder. Je werkt met verf en ja. echt ecologisch had het nooit zin. Je kan natuurlijk ja, volgens de oude meesters je eigen steen gaan malen en er een eitje besmitten, eitempera maken en je eigen verf maken. Dat kan je natuurlijk doen, maar het huidige tijden is dat steenduur en ja, veel tijd. Steenduur. Steenduur. Nee, inderdaad. En hoe lang doe je dat eigenlijk al? Is dat iets recents of ben je er echt al lang mee bezig? Goh, die Nerf guns en die speelgoeddingen en zo, nog niet zo heel lang. Ik zou zeggen, een jaartje, een half, twee jaar, zoiets. Ja. Maar ja, dat komt vanuit mijn ervaring als helder dan. Professioneel, niet voor mezelf. Ja. Ik kom nu uit de evenementensector. Ja. En wat deed je daar dan? Decors, festivals en pretparken ook. En is dat dan het schilderwerk van ja. de decors? Of? Ja. Kan ook. Eventjes wat gesculpt en dingen sculpteren. Dat is dan de vormen en zo ja, zelf. Ja, met kettingzagen en whatever. Oh. Hey, op grote schaal. Maar schilderen was wel zo mijn go-to-activiteit. En dat is heel vaak gewoon ja, simpele technieken die je gewoon moet weten. Ja. Van, je moet steen imiteren. Ja. Hoe doe je dat? Oké, dat je het weet, kun je beginnen experimenteren. En dan merk je dat er wel een heel range is aan technieken om te gebruiken. Maar de basistechnieken blijven altijd hetzelfde. Ja, en zijn dat dan de dingen die je op school hebt geleerd? Of heb je echt on the job leren van zo'n steen, bijvoorbeeld? School had daar wel bij geholpen, hè, sowieso. Mm-hmm. Omdat ik wel die affiniteit dan met borstels en verf, hè, weet ik veel wat. Maar het is een heel andere, ja, een heel andere specifieke vakgebeuren. Zo. Ja. Er wordt enkel maar... In de decorbouw zo geschilderd, anders zijn het niet nodig. Hè. Ja. Dus ja, steenimitatie, houtimitatie, standbeelden, schaduwtjes doen en zorgen dat er iets echt uitziet. Metaalimitatie. Dus ja, zoiets is eigenlijk gewoon decor schilderen op hele kleine schaal. Meer prop painting dan. Dat is like bijvoorbeeld ook als je een attractie hebt in een pretpark, is dat dan ook dat? Ja, ja. Dat vond ik altijd super cool. Ik heb even in Plopsaland gewerkt ook. En als karretjes, de boomstammetjes en als helden, snap je? Samson en Gert hun standbeeld een keer onder de hand nemen. Hoe zorg je er dan voor dat de boomstammetjes waterproof zijn? Dat dan gewoon een hele sterke vernisselaar is? Ja, dat is een soort coating dat erover gaat. Dat is echt al super cool. En dat is al meer richting carrosserie spuiten dat je gaat aan doen. Een boomstamcarrosserie. Eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk glasvezel. Ja. Lijkt of dat veel auto's of van machines of zo gemaakt zijn. Auto-onderdelen of zo. Dat is wel ja, een heel vervelende manier van schilderen natuurlijk. Veel lakverven, twee componenten, harder en verf. Mm-hmm. Die harden het dan uit tot echt zo... Ja, lijkt of dat je een auto geverfd is en zo. Dat is wel cool. Dat is mega cool voor te doen, maar ja... En waarom ben je daar niet meer, of...? Goh. Je moet dat niet vertalen, niet, trouwens. Als ik iets vraag, je zegt van, ik wil daar niet op antwoorden, dan moet je wel zwijgen of zeggen, Nina... Nee. Nina Jamil. Ja, bijvoorbeeld. Maar een beetje vriendelijk. Een beetje vriendelijk, ja, het is dat. Vertel maar, ik ben bezig aan het kijken of we al mensen hebben die een vraag hebben, nog niet. Ik wil dat nog altijd doen, maar dat is fysiek heel inspannende job. Ja, en ik zit allemaal met mijn rug. Ja. En dat was niet meer te doen, omdat fulltime... En weer en wind op stelling te gaan staan en te gaan spuiten in een rare bochten te wringen. Ja. Stalen frames op bokken te zetten voor te kunnen schilderen. Ja, eigenlijk, ik denk daar niet zo over na, van dat is fysiek ook een dat heel demanding fysiek, job. Dat is meer fysiek, ja. Dat snap ik wel. Ik kon ook niet eens te schilderen, dus ja. En dan een attractie met konijntjes of zo. Zal dat ervan? Ze zetten dan bij mij. Ik moet dat afwrijven en doen. In de spuitkot binnenpakken. Maar ja, moet dat allemaal zelf... zware konijntjes. Ja, moet dat al zelf versleuren en doen. Dat is goed. Ja. Voor festivals is het hetzelfde. Dat zijn hele grote... Like Tomorrowland bijvoorbeeld. Je hebt daar aan meegewerkt. Ja. Dat is een gigantisch grote ding. Dat is een groepsverband. Je zit met een strak schema. Ja. Dat is deadlines afwerken. Dat is echt... Dat is hard werken. Ja, dat zal ik wel. Heel fysiek. Dus ik ben daar super dankbaar voor dat ik dat kan doen. Maar... Dat zit er niet meer in. Ja, sommige toch dingen niet is een manier. Ja, het is dat. Ik zou nog graag nog een keer doen, like, voor als een lokaal festival of zo. Dat zijn, we zoeken hier wat podiumschilders of zo. Ja, sure. Ja. Een keer een weekje nog wat schilderen op die schaal.
massa's nice. Ja. Maar ja, mijn fulltime activiteit had dat niet meer. Nee, gezondheid is super belangrijk. Ja, binnenkant. Zeker weten. Ja. Ik denk dat je ervan afziet dat je het sowieso ook misschien wat minder graag zou beginnen doen op de duur. Ja, inderdaad. En ook als je dan je skills kan pakken of de dingen die je geleerd hebt kan meenemen en verkleinen in schaal. Of je daar je iets anders mee doen. Doen. Ja, voilà. Dan is dat geen verloren tijd. Hè. Nee. Dat is sowieso iets van werken aan jezelf ook. Meer skills aanleren. Ja. Kijken wat je er zelf mee kan doen in jouw omgeving dan. Ja, uiteindelijk uit elke job of hobby of ding dat je ooit gedaan hebt, pak je wel iets mee voor dat later te gebruiken. Ja, sowieso. Sowieso. Ook al is het communicatieve vaardigheden. Ja, het is of dat. Zo. Oh, ja. Functioneren in een werkomgeving met deadlines en collega's en dingen. Ja. En nou werken met teammembers voor een project af te krijgen. Ja, zeer. Cool. Veel vaardigheden. Maar we zijn direct naar je evenement schilderen gegaan. Maar je schildert dus ook, ja, ik weet niet hoe ik het noem, ja, gewoon schilderen op doek. Op doek. Ja, inderdaad. Ik denk dat we daar een paar voorbeeldjes van mee hebben, als onze regie mee is. Maar ja, vertel een keer, je schildert op doek. Is dat dan pas door je school? Of was dat daarvoor al? Voordat ik begon aan de artistieke opleiding in het middelbaar, was ik al actief aan het tekenen en aan het schilderen. Ja, of dat je doet als kind, had ik maar zeggen. Ja, van waar kwam dat? Like, zijn je ouders creatief? Ja, of was dat echt een beetje nieuw? Mijn vader is wel ook iemand die veel met verf gedaan heeft. Ja. Airbrush en miniatuurschilderen vooral. Ja. Daar heb ik ook nog eventjes gedaan, zo Warhammer en... Wat is dat? Zo tabletop board games, zo miniatuurspelletjes. Hij koopt dan ventjes, hij maakt dan een leger, hij is helders allemaal. Zo, hij is helders allemaal. Ja, ja, het al. Ik had vroeger van die paardjes dat ik verzamelde. Zo. Je kon dat kopen in de winkel. Wat? Voor het schilderen. Nee, ze waren al geschilderd, maar ik vond dat wel super mooi, want die waren ook handgeschilderd. Ja. Van, hoe noemt dat merk? Schlei of zo. S-H-L-E. Schlijper? Ja, ik weet het niet. Het zijn wel het wel, inderdaad. Ja, maar dat werd echt in heel veel speelgoedwinkels verkocht, maar dat werd als een paardje. Ja, soms zag je er wel een keer een foutje in, maar dat vond ik nog cool. Ah ja, het is met land gedaan, hè. Ja. Dat is mega nice. Ook zo mooie kleurtjes en zo, dus dat vond ik wel cool. Ik heb dat wel meegekregen van thuis uit, dan wel voor vroeg. En misschien niet per se meegekregen al zijn van laat, zit erin, maar hoe gesteund geweest van, je wil creatief bezig zijn, oké, ja. Doe maar, ja. En, dan de stap gezet voor dat een opleiding in te volgen in plaats van heb je zelf wat aan te modderen. Ja. Wat dat ook goed is. Hè. Dus en dan van daaruit wat meer interesse beginnen krijgen in de bredere kunst, installatie, fotografie. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar schilderen, schilderijen. Maar ja, is het ook je bezig met ken. Fotografie? Vroeger wel wat. Ten eerder wat. Conceptueel misschien, installatiekunst. Ja. Ik ben er wel in geïnteresseerd en soms ga ik wel een keer wat in elkaar prutsen, het wat onderdeeltjes, also, het wat interessant lijkt. Of dat dan misschien zelf nog een keer schilderen of whatever. Dat boeit me wel, zo'n ding. Like, voor het schilderen, doe je dat ook zo echt je baseren op foto's of doe je dat liever niet? Sommige dingen wel, ja. Het is te zien. Het is ook te zien wat je wil brengen. Wil je iets figuratief brengen, iets anatomisch correct, hoe wil je dat uitwerkbaar is. Ja. Dus voor sommige dingen werk ik zeker met bronmateriaal, voor andere dingen helemaal niet. Ja. Als je abstract gaat, is het meestal het proces zelf en het moment waarin dat je zit, die bepaalt dat je werk gemaakt wordt. Bij andere werken, meer figuratieve werken, zit er wat meer proces achter als in een voorstudie maken. Ja. Nadenken hoe dat je techniek wil dat overkomt, wil je dat duidelijk leesbaar is, wil je dat een beetje vul is, wil je dat heel strak is. Denk je daar allemaal op voorhand, voordat je aan iets begint, heel bewust over na? Of? Soms. Ja. Soms. Het is te zien wat dat mijn doel is van dat werk dan. Mm-hmm. Maar meestal is helden op doek voor mij wel iets dat uit mezelf moet komen en dat ik niet wil overdenken. Ja. Dus ik begin met een leeg canvas, je doet iets, je ziet ergens het wat in, je werkt erop verder. Dat kan falikant mislopen, maar dat kan ook heel mooi zijn op het einde. Of je kunt er veel voldoening van hebben. Mm-hmm. Dat hoeft niet mooi te zien per se, maar dat je er iets in ziet, is het al veel. En je moet ook jezelf plaats geven, vind ik, om die fouten te maken, zonder dat ze gejudged worden.
Je moet van jezelf kunnen zien van oké, ik heb hier nu 2 uur aan de werk gewerkt. Ik ben er niet content mee. Je hoeft dat zelfs aan iemand te tonen. Mm-hmm. Volledig voor je. En cool. Je pakt dat weer mee. Je moet die crap eruit krijgen. Ja. Je kunt niet consistent goede werk maken. Dat gaat niet. Dat iedereen maakt wel zijn eigen crap. En je gaat misschien nooit te zien krijgen, maar het is er in grotere getallen meestal dan dat is je goed werk. Ja. Jawel. Dat is wel cool. Ik heb een paar werken van jou mee. Kielin, ik weet niet of je ze klaar hebt staan. Het staat al eentje klaar, ik had het nog niet kijk zien. Ja, voilà. Ja. Maar voordat we daarover gaan praten, ik heb een super random vraag voor jou. Nee. Als jij nadenkt in je hoofd, ja, tegen jezelf, denk je na in woorden of in beelden of in nog iets anders? Ik heb mensen die effectief stemmen hebben in hun hoofd die in vol zijn in denken. Hoe zit dat bij jou? Meestal beeldelijk. Ja. Ja. Lijkt logisch. Ja, meestal beeldend wel. Maar bij anderen denk dan, bij bordspellen, mm-hmm, je wil regels, je denkpatroon, dat past weer aan. Naarmate waar dat je mee bezig zit. Dus ja, als je taal nodig hebt, ga je sowieso beginnen denken naar woorden, pees, kijk. Ja. Maar als je, ja, als je aan het helden zit, pees niet dat je echt veel... Oh ja, ik toch niet. Dat ik echt veel met taal, mm-hmm, of met een bepaald concept in woorden, ja, in mijn hoofd zitten. Dat helemaal niet. Ik vind dat altijd super interessant, want ik heb dat echt al aan een paar mensen gevraagd. Ja, ja, ja. Het komen er echt zo heel verschillende antwoorden uit. Het zijn mensen die effectief altijd denken naar volzin, dan anderen die in beelden denken. Like, ik denk bijvoorbeeld meer aan gevoelens. Mm-hmm. Dat is mega weird. En ja, ik vind dat super. Ja, en cool. Sommige mensen denken zo in gesprekken. En ja, andere mensen denken eerder narratief. Zo... Like iemand die, ja, like een derde persoon het vertelt of zo over jou. Ja, dat is dat heel... lijkt me echt mega funky, moest je dat. En nu nam ze het. De... Ja, dat is wel interessant, hè. Ja, ik vind dat inderdaad ook wel een ja, we gaan een werk van jou openstaan achter ons. Yes. Dat ziet er wel nog gruesome uit. Ja, dat is iets duisterder. Maar wel super mooi. Ik heb die al een keer gezien en ik vond dat echt te zot. Ja, dat is zo een van die werken dat ik dan wel een beeld aan heb voorhand in mijn hoofd van hoe dat, mm-hmm, ik wel dat eruit zie. En dat dan probeer te benaderen. Voorontwerpje van gemaakt. Kijken hoe dat doenbaar is en uitwerkbaar is. En dan gewoon eraan beginnen. Hè. En hoe heet het? Die denk ik Blood Eagle. Ja. Je ziet dat zo, ja, misschien op de foto niet zo goed, maar... Kun je hem uitvergroten een beetje? Er zit veel textuur in. En dan vooral zo rond de schouders. Ja. Zit er al zo wat textuur. En het is gebaseerd op een oude martelwijze van de Vikings. Waar dat ze, ja, een bepaald patroon in je vel, in je rug kerven. En dan... De ribben verwijderen van de ruggengraat en dan trekken ze de achterkant van je ribbenkast open en halen ze je longen eruit en die leggen ze dan bovenop je vel. En zit dan nog en iedere keer als er iemand, normaal leef je dan nog. Oh. Ja. En als je dan inademt als gemartelde, dan blazen je longen op en is het precies of, ja, de adelaar die zijn vleugels openslaat, zo gezegd. Dat is nog gruwelijker. Ja, dan dat wordt beschreven als een van de gruwelijkste martelwezens ooit. Niet wel mee, maar de foto is uitvergroot. Maar ik wou dan ook een beetje balans creëren door een heel hemelachtige achtergrond eraan te geven. Lichtblauw, dat goud, die dan zo echt contrasteert met die zware rode kleuren en dat skelet. Ik ging zeggen, de blikken is nog, maar ja, geen nee. Ik vind dat echt zot. Ja, het is, ja, ik ben er ook wel content van. Dat is wel heel leuk voor te maken ook. Ja, ik ben er eventjes naartoe aan het kijken. Ja. Die vind ik echt mooi. Ah, merci. Ja. Dank u. Dan kan hem gezien als je de foto's een keer aan het tonen was. En dat was niet dat ik echt aan het tonen was. De rest was ook fucking nice. Maar, mm-hmm, ik bedoel, heel, heel mooi. Maar die vond ik wel like de zotste of zo. Ja, ik ben ook wel blij hoe dat die zo wat popt. En ja, dat hout heeft er wel zo een extra dimensie aan. Springt er echt uit, hè? Ja, soms vragen dan mensen aan ik van wat bedoel je daarmee? Maar ik bedoel daar niks mee. Want dat gewoon een cool. Dat is een beeld dat, ja, ik ken en dat staat daar. En heeft dat betekenis voor jou? Oké, cool. Mm-hmm. Vertel het me. Ik hoor het graag. Ja. Maar het zit niet echt een boodschap in of zo. Dat is niet.
Dat is ook wel cool, dat je niet per se er wat van verhaal hebt ingestoten, maar dat mensen wel associaties kunnen maken en er zelf hun ding van maken. Ja. Of vind je dat juist niet leuk? Ja, ik vind dat mega cool. Vooral omdat ik dan het werk weer wat kan zien uit iemand anders perspectief. Ja. En dat heeft weer een breder perspectief voor mij dan om mee aan de slag te gaan. Ja. Ja, je leert altijd bij. En bij visies is dat niet anders. Hè. Cool. Dan nog een keer een ander eentje tonen, als dat lukt. Dat is mijn board game dat kan aan het werken zijn. Vertel ik. Alkahest noem het. Cool. En is een heel simpel 4-op-een-rij/schaakachtig spel. Ja. Die weinig regels heeft, maar een heel leuk iets is om mee om te spelen. Het is leuk om te doen. Ja. En bij boardgames vind ik dat wel nodig is, dat je er plezier aan beleeft. Want ik speel graag boardgames en veel boardgames ook. Ja. En soms is het wel wat veel dat je daar zo'n een doos voor je gekregen hebt. Met zo'n handleiding. Met een handleiding van, ik ga je gaan in. En ik vind dat echt super voordat ik diep op in te gaan. Ja. En dat te spelen met een paar maten, dat je zo 4 uur aan boardgames zit. Oh, ik zou het niet kunnen. Ik vind dat echt vet. Maar je moet daarvoor in de mood zijn. Ja. En soms wil je ook gewoon een keer een spel dat je uitlegt in 5 minuten. En dat je echt dat hoekt zit. Zo van, ah cool, het is echt nice om te doen. Ja. Je moet er een beetje bij nadenken, maar niet te veel. Ja. Allee, ja, je kunt strategieën bedenken en al, maar het is niet dat je rekening moet houden met zotte regels. Dan kan je 20 kaarten in mijn hand, dan kan je nog wat counters. En ja. Soms kun je het wat veel zien. Dus wou ik zelf aan de slag met een iets simpeler bordspel. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Dank u. Vind ik wel. Dus ik kan dat nu uitbrengen, waarschijnlijk de komende paar maanden. Cool. Op een kleine oplage. En hoe ga je dat doen? Samenstellen. Ja. Ik heb hier wat borden gedrukt. Oké, niet man. Dat is het uiteindelijke basisspel dan, op karton gedrukt. En dan dobbelstenen en de speler pionnetjes erbij. Daarom dat ik ook die lasercutter gekocht heb, is om dat spel eigenlijk zelf te kunnen... Kost dat veel geld? Dat is niet goedkoop. Okay. Maar dat valt nog mee tegenwoordig. Maar dat is echt cool. Je kunt dan werken aan die dobbelstenen. Je kunt dan mijn eigen spelonderdelen maken. Dus ja, dat is wel cool om mee bezig te zijn. En dat is ook iets dat veel... Hoe moet dat zijn? Dat een grote scala aan vaardigheden oproept bij je. Een spel maken. Je kunt er creatief mee aan de slag. Eigenlijk wel, hè. Het wat tekenen, artwork voorzien voor je spel. Maar je moet ook logisch nadenken, je regels bedenken. Spelmechanismen bedenken. Gaat met dobbelsteen werken, gaat met dit werken, gaat met dat werken. Hoe werk je iets uit? Probleemoplossend denken. Ja. Daarom dat ik dat zo graag doe, omdat het echt zo... Het is een mengelmoes van heel veel dingen. Dat je tof vindt. Ja, en heel, heel tof voor mee bezig te zijn. En dan ook heel de dingen erachter nog ook van testspelen. Ja. Daar veel ik vind mee dat bezig heel zijn. Cool dat je dat aan hebt gedurfd voor er zelf aan te beginnen. Omdat, ja. Well, ja, ik heb dat je begint op te zoeken, zie je wel dat er een hele grote groep is van mensen die hun eigen boardgames maken. Wel. Ja? Ja, zeker weten. Hele fora op het internet vol met mensen die boardgames maken en die daarmee bezig zijn en die ze verkopen aan elkaar. En, is dat... Allee, ja, tuurlijk. Ja, dat is echt de community. Dat tot en met. Ja. Dus ja, dat is wel echt vet. Je vindt ook veel terug. Je inspireert elkaar. Ja. Je motiveert elkaar. Ja, dat is eigenlijk wel tof, he, dat er like, zo verschillende underground paddenstoeltjes zijn. En dan vanaf dat je ze vindt, worden ze groter en groter. Allemaal een pop-up. Ja, yep. Dus dat, ik vind dat heel cool. Je hebt dat bij van alles, he. bij boardgames nu bijvoorbeeld, bij muziek. Ja, dat is heel tof. Kun je, wil je daar nog iets over zeggen? Of, ja, ik zou kunnen de regels uitleggen, maar ja, daar heb je nu natuurlijk niet zo heel veel aan. Ik denk dat ze heel slecht in boardgames, dus ik ga voor eerst niet mee zijn. Ik had je wel een keer leren. Ja, zonder pressure van de camera, als voilà, wel een keer leren. Want, maar ik weet nog niet wanneer dat gaat releasen. Het hangt er allemaal een beetje vanaf van corona en al die toestanden daar rond. Maar ik ben aan het pezen om daar wel een release voor te doen, dat je het dan ook gewoon kan testspelen. Kijken of dat je ding is. Een evenementje van maken. Ja, het zal wel zijn.
En dan communiceer ik dat sowieso via Facebook. Dus zal wel zien. Kun je dat wel vinden. Wel zien. Wat dat wel vinden op mijn pagina. Zal wel. Maar dat is dus eigenlijk wel zo'n spel dat ik bijvoorbeeld wel misschien tof zou vinden. Want zo'n spel, vanaf dat je zo een paar uur moet beginnen... Dat je weet dat je een paar uur aan je tafel gaat moeten zitten... Hier in een half uur zie je er vanaf, of zelfs minder. Het is niet dat je er vanaf wil zijn, maar gewoon zo spelen van 2, 3, 4 uur. Ik kan dat niet. Ook al vind ik het wel tof, mijn kop nou, een eentje, dan is het wel tof van, nu is het genoeg. Ja, dat ik me gewoon niet meer kan focussen, dat ik zo afleid ben en denk van, oh, ik wil het niet meer. Ja, en sommige spelen zijn daar rond gemaakt natuurlijk. Ja, is dat. Je moet er tijdens tegen, want anders heb je er niks aan. Ja, het is dat. Dus, dat is een beetje wat je hebt met het schaakspel ook. Hè. Dat kan heel snel gaan. En een vriendelijk partijtje kan dat zo wel 20 minuten, een half uurtje duren. Ja. Maar dat kan ook uitgroeien naar een lang spel. Als je er echt serieus mee bezig zit. Dat is jouw keuze. Mm. Om het lang of kort te spelen. Fun met je maten. Mm. Of ga je er iets serieuzer in? Ja, het hangt af van je gezelschap ook, denk ik dan. Ja, waarschijnlijk. Ja, sowieso. Die hard, hè? Yep. Dan een keer naar het volgende van jou. Ik heb er nog veel eigenlijk. Hoeveel foto's heb ik doorgestuurd? Behoorlijk wel. 50. 50. Oei. Weet dat ik een stuk of 10, 15 van... Oh, ik ga niet selectietje weten. Gemaakt. Selectie gemaakt. Ja. Dat is de cover van de eerste Boss Zine. De cover van Ward Rossel. Weet dat goed. En echt zo, was dat echt letterlijk zo klein dat hij het heeft getekend? Of was dat iets dus groots dat hij had? Ik heb het digitaal gekregen, dus ik weet eigenlijk niet of dat... waarschijnlijk had hij dat wel gewoon live getekend in een van zijn schetsboeken. Maar ik vermoed dat dat niet zo heel groot is. Nee? Nee, denk het niet. Dat lijkt me ook echt wel gigantisch veel werk voor zo gedetailleerd te gaan. Ja, maar is dat wel goed in, hè? Zo die doodle art style. Echt vet. Ik heb een gitaar gezien van hem, dat hij heel bedoedeld is. Ja, inderdaad. Ja. Echt coole dingen like, op zijn Instagram. Hoe noemt hem op Insta? Wild Chapsui, basic. Ja, voilà, volg die jonge man. Hij heeft de cover van Bas gemaakt. Ja, kun je nog alles van krijgen. Hè. Zoek hem in Brugge, pick it up, het zal wel zijn. Ik heb er een paar zitten, dus als er iemand eentje wil hebben... Allemaal Nina aanklampen. 2 euro, lees ik dat juist? Ja, 2 euro. Voor 2 euro mag je een komen aan bij mij. Corona-proof natuurlijk, maar ja, ik kan er lijn, maar het is al van de tweede editie dat we er aan blijven. als je wilt, mag je nog een fotootje verder gaan. Yes. Wat is dat? Dat is een longboard. Een paar jaar geleden, in een ver verleden, dat leek toch zo, word ik zelfstandig in het maken van longboards. Wat? Dus ik had zo'n merkje met een maat opgericht, zo, rond begin. Ja, boards maken, produceren, je eigen pers. Leek zelf echt de pers? Ja, zo de laagjes hout in een pers leggen, dan shapen en doen. En dat is ook iets dat ik dan gebruikte. Logischerwijs als canvas. Hè. Ja. Mensen vragen al echt een keer achter een custom graphic of iets van: ah ja, ik heb wel het wat met Dragon Ball Z, kun je er het wat mee doen? Ah ja, sure. En dat tegenkomt? Ja, maar ja. Nice. Ik heb voor het winnen een bord moeten maken waarvan de voorkant zo een wolk was. Dus ook een asymmetrisch bord, die zo echt vormgegeven was, een wolk van Dragon Ball Z, zo de Nimbus waar dat ze hebben vliegen, waar dat Goku heeft vliegen. Ja, massa stof voor te doen. Moeilijk voor zelfstandigen te zijn. Ja. Dat is een niche markt sowieso. Maar ja, kijk, ja, je is jong. Dus hoe oud was je de toen? Plan. 19 verzekers word ik dan. Ik ben nu 30. 30. Oeh, de grote drie bent. Nog maar net even voor. Nog maar juist, ja. Dus je zit net van school. Je wil dat zo je stempel drukken in het wat dat je mee bezig zit. En dat eerlijk longboard gezegd, was. Ja. Ik vind dat super cool dat je op zo'n jonge leeftijd. Denk aan het van, ik vind dat cool, ik kan dat gewoon doen, ik kan er zelfstandig worden. Het zijn er niet zoveel hè, die dat zouden doen. Vind ja, dat nice? Het was ook misschien een beetje impulsief, als ik er naartoe terugkeer. Ja, maar ik had het en ik word er eigenlijk... Ja. Dat was een goede periode, dat was leuk. Ja, zeker weten, het zal wel. En wat staat erop? Het is een vis, het is een vis. Maar je zit voor zijn koopje, zie je het? Het is een tonijn, basic. Nee, het is een anjovis. Ja, waarom? Ik weet niet, dat is een mooie vis. Oké, nice. Maar dat is wel meer stencil art. Also, wat is stencil art? Stencil is dus eigenlijk een uitgesneden negatief van wat je zou willen op een medium zetten. Dus daar heb ik dan zo vier verschillende stencils voor dan boven elkaar te gebruiken. Ja. Ook gewoon testje in feite. Hè. Maar ja.
Wat kan je dat vragen? Heb je veel anchovissen verkocht of niet? Het bestond maar eentje. Is er maar eentje? Bestond maar eentje. En... van de meeste planken die ik gemaakt heb, bestond er eigenlijk maar één. Gewoon custom. Ja, zo wel wat lijnen. Ja, wel, maar dat is chill voor dan ook wat meer persoonlijkheid te kunnen bieden aan je product natuurlijk. Ja. Mensen komen af met een idee. En, ja. Ja, dat is ook cool. Ah ja, dat vroeg me ook af. Like, in al je kunst, like, we gaan nog een paar dingen zien. Je maakt heel veel verschillende dingen. Maar heb je een soort thema in je kunst? Of het wat dat je merkt van, daarom doe ik het? Of is het gewoon random? Waarom dat toen? Ja, waarom merk ik hier? Dat is je interesse. Omdat ik geld nodig had. Nee, het is niet. Maar ja, je wil het. En je gaat ervoor. Ik woon hier heel graag, ging ik zeggen. Ja, ik weet niet. Nee, soms voel het bij zo, maar... Nee, ik werd niet raar. Ja, ja, nee, ja. Ik zou mezelf misschien wat kenmerken door het gebruik van textuur. Ja. Dat is misschien ook een beetje de invloed van het decor, het schilderen. Ja. Omdat je begint schoonheid te zien, een heel simpele ding. Een stuk verweerd metaal. Mm-hmm. Je kunt er prachtig uitzien. Gewoon de tekening ervan, de verwering. Een gewoon willekeurige compositie van twee kleuren of zoiets. Dat je super sterk stond en echt daar staan op zich. En voor dat te kunnen recreëren op een artificiële manier is wel een beetje het wat dat naartoe op zoek zijn. Van, soms zie je het wel van of zo en je ziet er misschien een beetje random uit. Maar ik doe er moeite. Ik steen er echt moeite in om ervoor te zorgen dat het lijkt alsof dat het soms wat willekeurig is. Het is zo een beetje de schoonheid zoeken in chaos, in textuur. Dat is een coachwoord, hè? Ja, like beton. Beton kan super vet zijn. Gewoon als object van auto te kijken. Dat is echt mega droog. Want als ik denk aan beton, denk ik gewoon beton. Reze saai shit. Ja, het zal wel. Maar als je erover praat, denk ik beton. Ja, en bij een mos dat erop geroeid en dit en dat. En dat leidde leven en dat vertelde verhaal in vele gevallen. En een hevel van een gebouw van 100 jaar oud, echt geleefd. En dat tekent dat object en dat heeft dat een bepaalde waarde, had ik maar zeggen, of een bepaalde karakter. Mm-hmm. Dat is echt iets dat ik naartoe heb zoek zijn dan, om het ook zelf te kunnen creëren. Also, een karakter creëren van iets die niet per se moet benoemd worden. Ja. Het is niet per se een berg of een huis of iets dat je kan benoemen. Het is gewoon, wat zie je erin? Wat is het gevoel dat je erbij krijgt? Ja. Vind je het interessant om naartoe te kijken of niet? Het is eerder een beetje een experiment van hoe ver kan je gaan en daarin te zonen en die texturen te zoeken en dik wat aan verf, hele dunne laagjes. De zoektocht bluf gaan. Ik vind het wel cool, want like, beeldende kunst is iets waar ik bijvoorbeeld niet veel over weet, maar hoe je dat erover vertelt, klinkt echt al van... Je ziet heel gepassioneerd en je ziet dat echt. En dat is wel cool. Soms meer of anders, hè. Ja? Maar ja, iedereen heeft natuurlijk ook zijn tipjes. Hè. En je kunt niet... Je ziet niet... constant gemotiveerd. Ja, maar hoe zie je je workflow bijvoorbeeld? Like, ik werk in bursts. Ja. Dat is echt zo eventjes daarin aan het opgaan. Like echt bezig met boardgames. Dat is echt zo twee maanden aan een stuk. Dingen neerschrijven, nutpen, tekenen, zoeken achter ding. Schilderen is misschien van al wat ik doe het meest aanwezig. Meest constant misschien. Meest constant. Mm. Maar hij is ook met ups en downs. Ja, ik heb een maand dat ik amper een penseel aanraken voor het doek dan te zetten. Mm. En maanden dat ik er dan 10 werk in uitram. Mm. En dat is, dat zijn bursts van min. Dat is een beetje mijn workflow. Ik moet er zin in hebben. Ja. En dan ga ik goed werk leven. Ja. Of ga ik er iets aan hebben persoonlijk. Mm. Want ik moet het willen doen ook. Ik ga mezelf niet forceren. Van u te zeggen, ik ga nu 2 uur vandaag schilderen. Ik heb er echt geen zin in, maar ik ga het doen. Omdat het moet van mezelf. Dus voor mij moet dat niet. Andere mensen hebben dat misschien wel nodig. Die discipline om te zeggen dat ik daar niet consequent mee bezig ben, dag op dag. Dan ga ik verzakken in iets. Of ga ik daar niet met de motivatie voor kunnen opbrengen na 2 maanden of zo. Ja. Ik ken dat wel. Voor mij werkt dat. Die bursts, die intense korte sessies, dat ik dan productief ben wezen. Maar dat wel korte sessies waarvan je er heel veel uithaalt dan uiteindelijk. Ja. Dat je heel productief bent, dat is wel cool. Maar uiteindelijk, dat is jammer dat ik nu ook
Ik merk dat ik praat in sense of productiviteit. Mm-hmm. Want uiteindelijk hoeft niet alles productief te zijn. Dat moet niet, maar je wilt dat, hé. Ja, dat is ik wil, denk ik wil van dat vandaag ook, de dag, ik wil productief zijn, ja. Het zal wel zin. Maar dan niet per se naar productiviteit in de zin van ik heb iets gemaakt en het staat hier, ik ben productief geweest. Mm-hmm. Maar ik al het gevoel heb dat ik ergens mee bezig ben geweest. Ja. En dat ik er plezier in had of dat me niet... Oh ja, dat me niet gedemotiveerd heeft, dan ben ik productief geweest. Ja. Ik hoef daar niks aan over te houden die tastbaar is. Ja. Zolang dat voor mij persoonlijk goed was. Zolang dat je tijd goed besteed is. Of zo, ja, voilà, het is dat. Ja. Mm. Maar je kunt dat in een van die dagen, ja, je hebt nergens zin in. En op het einde van de dag zit je zo met een wrang gevoel van ik heb nu echt niet veel betekend voor mezelf vandaag. Mm-hmm. Ja, soms voel je je een beetje schuldig ten opzichte van jezelf. Snap ik wel. Maar die momenten moeten er ook zijn, vind ik. Je kunt niet balanceren. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je constant in een productionele proces zit. Mm-hmm. Dat is niet nodig, voor mij al zijn ze niet. Nee, dat is bij een rat race, denk ik. Ja, je dag in dag uit jezelf die druk oplegt van ik moet dat doen. Of, ja, voilà. Of ik maak kunst en dat moet opbrengen. Ja, voilà, het is dat. En dat was dan in het verleden dan misschien bij mij het geval met die longboards. Ja. Na een tijd verlies je zo aan je passie. En zie je meer bezig met je bedrijf draaiende te doen. Ja. Of met geld te verdienen, want ja, die rekening moet betaald worden en je moet je sociale bijdrage betalen en weet ik ook veel wat. Mm. Maar ja, dan doe je het ook niet meer for love of the game. Hè. Dan is het gewoon puur omdat je moet. Ja. En als je creatief bezig zit, is het net de vrijheid die zo aantrekkelijk is en aanlokkelijk is. Jouw vrijheid op dat moment. En hoe meer regels dan eraan gebonden zijn, Hoe ambetanter dat wordt. Ik heb ooit zo, like, een quote of zo, ik kan hem helemaal miszeggen, maar een quote hoort van like, pak dat je graag schrijft, word geen schrijver. Je gaat alleen maar verkatten voor jezelf. Mm. Omdat je dan met deadlines zit, met mensen die achter je hart zitten, van je moet nu deliveren. Ja, en voilà. Dat dan eigenlijk de reden waarom dat je het doet, dat het niet meer juist is. Ja, voilà. Dus dat is ook wel. Like, deadlines. Ik heb me dat zeker even in. Zet je deadlines voor jezelf voor bepaalde sommige dingen? Sommige dingen, ja, sowieso. Ja, like voor je like boardgame? De boardgame, dat wil ik nu gewoon gedaan hebben, omdat ik van mezelf vind, ik ben er lang genoeg mee bezig geweest. Dus nu mag het wel een keer gaan komen. Sommige dingen, de zien, is sowieso een deadline. Dat is 3 maandelijks. Dus op dat punt moet ik in. 3 maanden gepasseerd, het werk moet af zijn, het moet er staan. Dat is wel een mooie tijdstip, 3 maandelijks. Ja, dat is ook goed vooraf te tasten. Ja. Je bent niet gepresseerd in tijd. Je hebt een mooie tijd om er het wat kwalitatiefs mee te doen. Om al de juiste mensen te vinden te sprokkelen, inderdaad. Maar ja, deadlines zijn nodig. Sowieso. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Want je hebt veel mensen, en ik woon zelf vroeger ook, ze hebben een deadline en ze weten hem van een maand op voorhand. En dan, overmorgen is het zover. Ja. En dan begin je zo, de pressure is on. Hey. Yep. En je kunt je deadline gerust spreiden. Hè. Dat hoeft geen stresserend gebeuren te zijn. Dat kan, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Of een rechtlijn voor jezelf. Ja, voilà. Allee, zo beziek ik. Nu kan mijn deadline voor projecten zetten in juli. Mm-hmm. Ik wil het dan af hebben, maar tegelijkertijd, als ik tegen eind juni nog niet content ben ervan, ja, dan ga ik het ook niet zeggen van hup, het is af in juli, omdat mijn deadline daar staat. Want dat zou dat jammer zijn voor al het werk dat je er en al die tijd daarvoor in hebt gestoken. Ja, inderdaad. Dan heb je verloren werk natuurlijk. Ja. Verloren potentieel eerder misschien. Ja, inderdaad, want het kon nog zoveel beter worden. En dan als je jezelf gewoon die ruimte en tijd gelaten. Ja. Ja, dat is dan echt wel. Inderdaad... We hebben trouwens iemand die aanwezig is. Gerard zegt, yo maatjes. GG, Coco. Hey, love you guy. Dus dat. We gaan een keer verder naar het volgende werk van jou. Ja, het is goed. Ah, dat is de tweede baas. Cover van de tweede baas. Wie heeft er dat gemaakt? Vet werk. Sebastian Pinson. As it should be art. Ja. Hele zotte explosies van werken van die kerel. Mm. Echt nice. Ik ben fan. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het boekje in mijn hand had bij Gerard, ik had iets van dat sprong er echt uit. Dat was echt... En ze werken die erin staan ook, naast de cover, zijn ook echt... Ik heb er een beetje een bij sommige werken een Hieronymus Bosch vibe. Ken je Bosch? Nee. Ja, zoals een... Ik ga dat googlen. Ja, check dat. Hoe schrijf je dat? Bosch, Bosch, denk ik.
Maar hier, dat is al veel. Dat is met... Ik kom bij wasmachines uit. Is helder, erbij zetten. hier, dat is al vrij drukke tableaus. Van, ja, ja, van ja, helse tafereelen. Ja, ja. En weet ik ook veel wat. En bepaalde van zin werken, van as it should be, doen we er wel wat aan denken. Op een heel andere manier. Het is niet zo fijn uitgewerkt. Het zijn niet allemaal personages bij elkaar geplaatst. Maar het is een explosie van dingen die gebeuren. Ja. Er is veel om naartoe te kijken. Het is een moderne... Ja. Ja, modern is het wel. Ik vond dat zo bij een psychedelische vibe had. En ook met dat zo zeer, in de ruimte zeer, en al. Zeer. Ja, dat had de middeleeuwse schrijver. Dat is helder niet... Ja, ik vind het echt cool. Ja, het is als zij zegt, wel zijn eigen stijl. En dat is toch dat veel mensen als helder zijnde of kunstenaar zijnde of zo... Ja. Je blijft op zoek achter je eigen stijl. Je blijft evolueren. Ja. Maar bij sommige mensen zie je het gewoon van... Dat is van hun hand. Specifiek. Dat is er al toch wel... Je zei er nooit in, maar dat is wel al een klein beetje gevonden met welke richting. Ja, en dat ze gewoon door hun manier van werken en onderwerpkeuze en kleurgebruik en hangt 10 werken naast elkaar. En het zijn er 5 van hem, bijvoorbeeld, like van hem nu. Mm-hmm. Je gaat ze er wel uitpikken. Ja. Dat is niet dat die, ik weet niet hoe dat zit met hem, of dat die pace van ik ben op mijn punt gekomen van ik ben daar waar ik wil staan. Maar ja, je ziet het gewoon, er zit een lijn in. En dat is al veel. Oh ja, ik struikel daar zelf vaak over mijn van de hak op de tak gesprongen soms. Omdat je dingen wel doet proberen en al, maar het is soms ook goed om een bepaalde stijl uit te werken, consistent te zien in wat dat je doet. Dat mensen je herkennen natuurlijk ook. Hè, want... Ja, ik vind dat allebei eigenlijk wel oké. Ik merk dat bij mezelf ook. Like, qua schrijfstijl denk ik dat ik wel een bepaalde richting uit aan het gaan ben. Maar tegelijkertijd, je moet je ook niet beperken tot één iets. Hè. Nee, zeker niet. Zeker niet. Niet. Like, maar ik vind dat bijvoorbeeld een heel groot compliment als iemand zegt van ik vind je stijl mooi. Ja. Ik vind je stijl nice, interessant. Whatever voor adjectief zou ze gebruiken. Mm-hmm. Dat is een heel mooi compliment, omdat ze niet per se het hen over één werk van dat spreekt, of dat is nice, of whatever. Maar je stijl. Ja, en, gewoon wat dat je maakt. En dat is een heel mooie erkenning voor mij dan persoonlijk, dat ik een trots op zijn dan van oké, je ziet mijn stijl. Ja. Je ziet dat allemaal een beetje in dezelfde sferen draait, dezelfde hand dat gemaakt heeft. Ja. En als mensen dat zien, dan voel ik me wel gesterkt in wat je doet. Mijn vooruitgang ermee. Natuurlijk. Ja. Dat is inderdaad echt wel heel, heel cool voor te horen. Mm. Ik denk dat we ook de volgende gaan bekijken. Hé. Wat is dat? Ah, dat is een grot dat ik geschilderd heb. Dat is een life-size installatie in Bellewaerde, als ik me niet vergissen. Cool. Voor een attractie of zo? Voor Halloween, basic, ja. Cool. Was zo in containers, zo'n soort van containerparcours afgelegd, die ingekleed was. Andere acteurs daar rondliepen met kettingzagen en al kijk voor Halloween. En toen was ik freelance helder, dus ingehuurd geweest voor de stenen decor te doen en al. Maar, en als je zoiets hebt gemaakt, bijvoorbeeld, like dat Halloween-parcours, loop je er dan ook een keer rond als het Hank is, of niet? Nee, heb ik dat nu niet gedaan, nee. Ik vind dat lekker wel een doen, dat moest ik zoiets helder gewoon voor te zien, als het een totale glorie is, dat hij zoiets draait. En hoe dan de mensen erin rondlopen. Ja, dat is. Ja, binnen heb ik dat niet gedaan, dus dat was spijtig. Ja, dat lijkt me echt heel cool, want dat spreekt ook echt tot de verbeelding, denk ik, als je zo decors maakt. Ja, vooral omdat het zo heel... Een heel proces is van materiaal en ruw afgewerkte dingen. En het is eigenlijk maar echt pas op het einde van om te even wat dat je doet, dat begint vorm aan te nemen. Ja. En dat er begint de lijn in te komen en dat afgewerkt begint te geraken. En uit dat soms zo dingen ziet van ik word bezig in het atelier, dat aan het maken. En nu staat het daar volledig afgewerkt. Ja. Kun je soms niet meer voorstellen van ik heb dat zo gemaakt. Ja. Maar wat is er? Ja, dat is heel, heel satisfying wel. Mm. En zeker met steen. Allee, ja, steen is een van mijn specialiteiten, had ik maar zeggen. Het is heel druk supergraag. Yeah. Ja, dat is echt zalig. Je textuur echt eruit laten poppen. Mm-hmm. En
zo de imperfecties nog extra in de verf zetten, zodat het grillig is. En dat echt super. Dat je nu uitlegt van de net, ik zelf ook lekker enthousiast over steen. Dat is echt erop. Okay, moet ik eens steen schilderen? Ik snap dat, steen verrassend schilderen. Moeilijk, maar ik heb dat je deur hebt, ben je echt zo... Ja, hoe schilder je steen? Ah ja, hoe schilder je het? Ja, ik vind het eigenlijk echt niet. Maar ja, bij dat helpt het natuurlijk dat je... Dat je structuur hebt. Hè. Ja, ja, effectief de putten en de ja, je werkt in 3D, dus je wordt al geholpen door je onderwerp zelf. Dat is eigenlijk wel waar. Eigenlijk is er een heel groot verschil tussen op 3D en als op plat. Ja. Ook ja, een heel andere manier van kijken naar hoe je te werk gaat. Ja, want het licht valt er effectief op ook. Hè. Ja, voilà. En ook, je moet echt je schaduwen gaan in... spuiten en incalculeren dat het er goed uitziet. Ja. Maar als je, het niet, als je er geen schaduw in steekt, je peest van ja, je zet hier een zetel. Ja. Ja, het licht zorgt voor de schaduw. Ja. En je zou peesten, ja, je zet daar een standbeeld of een installatie. Ja, je gaat wel schaduw in. Ja. Maar dat is niet per se de schaduw dat je wilt om ervoor te zorgen dat dat tot leven komt. Mm. Dus ja, je kijkt heel anders naar zo'n ding natuurlijk. Ja. Ik zou zelfs niet weten hoe ik zoiets ze moeten op papier zetten. Dan. Ja. Ik zou al direct beginnen met plamuurwerken en al, voor toch die... Voor toch, ja, voor toch die textuur ten, waar dat je dan basis... Wat dat je mee kan doen wat je wilt. Dat vroeg ik mij ook af daarnet. Je was aan het praten over de schoonheid van... Geen random ding, maar van textuur, voor dat dan op je papier te krijgen. Maar werk je soms ook vanuit een gevoel dat je hebt? Ja, zeker weten. Zeker dat weten. Hoeft niet, hè? Ja, sowieso wel. Hè. Dat voor veel mensen dat schilderen wel iets therapeutisch is. Ja, is dat voor jou like, ook een uitlaatklep of gewoon puur omdat soms, je het doet? Soms, het is te zien, hè, met een mindset dat ik zit. Maar ja, ik ken er wel iets aan in bepaalde momenten dat je dan zo gefrustreerd zit over het een of het ander. Je zit dan eventjes vrij, heb je canvas. En dan kun je er een beetje van schilderen. Hè. Ja. Dat sommige mensen gaan lopen voor hun kop leeg te krijgen. Ja. Andere mensen schrijven of whatever. Met schilderen is dat juist hetzelfde. Ja. Kunst is nice, hè? Creatie is supergeun. Ja, tof. Wees een keer dat je niet meer wil creëren. Het is je dood. Het is je dood, ja. Dat vind ik echt wel. Ja, het is uiteindelijk wel echt jezelf uit ook dat je doet. En ik heb ook het gevoel dat als je iets maakt, dat hoeft niet per se iets van over te zijn, like, of wat je daarnet zei. Maar dat je wel like, zo ergens het wat van jezelf in de wereld legt, vind ik. Ja, zeker. Dat vind ik wel cool eraan. Like, als ik bijvoorbeeld naar jouw werken kijk, dan is dat iets uit Jun of zo. En dat vind ik echt moeite. Maar ja, dat is wel het wat dan dat veel verschillende dingen gemeen en schilders, muzikanten, schrijvers. Zelfs skaters, vind ik. Zelfs skaters, dat is expression of movement geweest. Ja, ja. Parcours ook, bijvoorbeeld. Like. Ja, dat uit met heel veel dingen. Iedereen heeft wel zijn affiniteit met het ene of het andere. Iedereen heeft wel een manier, denk ik, om dat te voilà. Doen. Ook al denken ze niet van, dat is kunst. Van, ja, wat is kunst? Het is een discussie die we nu denk ik niet gaan voeren. Je kunt erover blijven. Ik vind dat ook een zinloze discussie. Ja, eigenlijk. Ja, het is dat. Ja, Kilian, wil je nog een keer een fotootje smitten? Ah, dat is ook eentje van Plopsaland naar West. En dat was een... Dat is van Wiki de Viking. Ja. Dus, vond je dat tof? Dat is een super toffe ding voor te schilderen. Hè. Dat is echt spelen gewoon. Dat is echt in mijn element. Zo. Hoe groot was Wiki de Viking? Well, dat is Wiki niet, hè, maar dat is... ik weet de naam niet meer. Maar dat is wel een behoorlijk standbeeld. Ben je dat... Zoiets? Nee. Gigantisch? Ja, ik denk dat ik recht staan, dat ik al zo als een helm kan. Dat is echt wel een groot ding. Wow. Dus ik zou zeggen, toch meer of 2 meter hoogte. Amai, dat is wel cool. Dat is echt wel een groot ding. Hoe lang ben je daar dan bezig aan zo'n Viking? Die net in 2 dagen schilder. Wat? Dat is toch gigantisch snel? Ja, ze zijn het ook van, doe maar rust, hé. Zit hier niemand achter je vodden. Maar ja, ik zei het, ik ben in bursts. En als ik dan aan het begin moet voor u gaan, anders motiveer ik mezelf niet. Ja. Dus, dat is die aan het slabatten. Ja, voilà. En moest ik daar een week mee bezig zijn, ik zou dat doodwerken. Ik zou opgaan in onzinnige, nutteloze details, waar je dan niks aan hebt. Nee. En dat zoiets zit dan niet nodig. Dat is perfect iets dat je heel snel kan afknallen. En daar heb je dan ook de meeste voldoening van, basic. Ja.
voilà, gedaan, volgende. Ja. En je gaat vooruit. Dat klinkt wel superproductief. Ja, ja. Dat is echt cool, zo'n ding te schilderen. Heb je veel van die standbeelden en zo gedaan? Een paar, ja. Dat is een beetje te zien van groot en al. Ja, hoe lang duurt het? Hoeveel kan je er doen in een week? Wat is er mogelijk? Wat halen ze uit het park weg? Mm-hmm. Dat je het dan kan doen. Ja. Wanneer is het park gesloten? Dan is er rondlopen met potten en overal de schade gaan opmeten en gaan beginnen retoucheren. Gaat er veel kapot? Oh, ja, het is pretpark. Het zal wel zien. Like die standbeelden ook. Ja, het is ervoor gemaakt. Hè. De kinderen zitten erop. Klauteren erop. En elk jaar mag dat dan nieuw geschilderd worden binnen. Ja, ik weet nog, in Lefteling had je zo'n gigantisch standbeeld dat je op zijn schoot kon zitten. Mm-hmm. En dat was helemaal zo afge... Natuurlijk, ja, het zal wel. Alleen niet afgebladerd, maar zo gebleekt. Gesleten zo, dat hun, ja. Van de kinderen dat erop ging zitten. Dat soms krijg je dat een standbeeld bent dat je peist, wat? Dat is toch weer al 10 jaar nog nooit aangeraakt? Oh nee, 2 jaar geleden naar schilderd. Je peist, hoe kan dat zelfs? Ja, ja. Maar ja, het staat buiten, en wint en weer. Ik heb peist hoeveel bacteriën dat er aan hangen. Ik vind het tegen ja, dat corona dat je er niet moet aankomen. Er zijn nog wespennesten nu het en al. Serieus? Ja, pretpark is ook een beetje een broeihard voor ongedierte. Ja. Nou ja, er wordt dat tegen gevochten, maar wespen zijn echt dat is verschrikkelijk. Big enemy. Hè. En dat maakt dan van die nesten in standbeelden, dat is hol. Dus dat er dan ergens een opening is en ze kunnen dat bijna en ze maken dan een nest. En ja, is af en toe bang? Een keer eentje eruit mag halen. Hé. Hey. Ja. Meen je dat? Ja. Moet je dan niet de brandweer bellen of zo? Zonder elke week moeten staan voor een nest te verwijderen. Dat ze weten dan, is het verlaten of niet? Oké, het is verlaten, kunnen er gewoon uitporren. Ik zie wel wat beweging, fixje erin. Oh. Ja, wat moet je er anders mee gaan doen? Ik weet niet, ik zou gewoon denken, ik ga het weglopen of zo. Ik zou er niet aan komen. Wow, je bouwt er wel eens geld voor, hè? Nee, we. Echt niet. Ik kan ooit op... Nee, het was zelfs maar een beetje. Van, een beetje, dat doet niet. Ja, nee, dat doet wel het wel. Want dat was in mijn zwembad aan het verdrinken. Dus ik al 6 jaar of zo, ik heb hem gered. Nice. Ik leg hem op een bloemetje op de grond, zodat hij kan drogen en wegvliegen. Ja, 5 minuten later had ik er toch niet op gestaan, zeker omdat ik was vergeten dat hij daar lag. En dan had hij me keert gestekt in mijn voet. Ah. En dan begon ik op te zwalen en al. Is hij allergisch? Blijkbaar als kind toch wel. Toch wel een reactie gehad als ja, ik zie al super lang niet meer gestoten geweest, dus ik weet het niet. Mm-hmm. Maar dat was wel niet leuk. Misschien vandaar dat je nu zo hellend weglopen. Ja, ik kan echt zoiets van... Hoe weet van wat dat was? Het was nog maar een bij, hè. Ik weet dat dit niet zo bedoeld had, maar ik wist dat ze echt de duizend agressieve van de... Agressieve beesten. En heel echt. Territoriaal. Ja, dat vind ik niet cool. Het zou geen job zijn voor mij alleszins. Maar ja, dat is niet altijd natuurlijk. Hè. Dat is als hier en daar een keer dat je het wat tegenkomt. Ja. Ik vind dat grappig, want als je zoiets ziet, like, meneer de Viking, tegenover het werk dat je zelf maakt, dat is heel anders, gigantisch. Ja. Ja, en ja, zeker weten, hè. Maar ja. Ik gebruik al dezelfde manieren van schilderen wel, ongeveer. Ja, dat vind ik wel cool eraan. En we gaan nog een keer een andere foto bekijken. Hè. Yeah. Ik vind dat tof dat ze zo groot zijn. Dat ze hoeken volgen. Dat kan ik wel. En deze dat er maar half heb verhuisd. Oei. Ja. Dat is een heel klein werk ook. Ja, hoe groot is het? Dat is toch zo'n paneeltje. Zo'n goede 30 heb 15. Nee. Pakt 25 heb 40 centimeter. Ja. En wat is het? Zo'n standaard stoot de vraag: zo, wat is het? Wat is het, ja? Het is een interpretatie op wat dat. Wat dat de kosmos is, in feite. Ik schilder heel vaak uit verwondering van het universum en nevels en planeten en manen. Al wat er maar is. Is dat het thema denken aan de maan met de zee? Ah, wel, ja. Ik heb niet per se over nagedacht dat het aan het schilderen waren. Hè. Het was niet dat ik een beeld dan in mijn hoofd had, kan dat zo doen. Het is er al zo een beetje uitgekomen. Mm. Maar vaak schilder ik wel vanuit een nabootsing van de natuur. Ja. De zotste creaties in mijn ogen. Wat zijn nevels dat en ja, gewoon, de kosmos, het universum is zo onmetelijk groot. En dus ook een onmetelijk grote bron van inspiratie voor mij. Omdat, ja, het is... Ik heb bluffen gaan, ik heb bluffen bijleren. En de vragen stapelen erop. Je wil meer weten. Ja, het is echt...
kun je dat zelf wel even verliezen. Dat soms dat je daarover nadenkt, ik heb dat soms, dat mijn brein zo wat heeft van nee, snap het niet meer. Ja. Ik heb zoiets van wow. Sommige concepten kunnen we ook gewoon niet snappen. Nee. En dan moeten we wiskunde gebruiken, omdat het ons toch wel een beetje vertrouwd mee te maken. Dat is wel in een andere taal, om het te kunnen verklaren. Dus ja, heel veel dat ik schilderen is wel uit de interesse van astronomie, cosmologie. Ja. Heel veel mee bezig. En wat, ik wou daar eigenlijk ook een keer een stream over doen. Is het echt? Over het universum. Ja, weet je daar veel over? Ha. Relatief. Ja. In vergelijking met mensen die er echt veel mee bezig zijn. Ja. Niks. Wel, ik was aan het denken van aan de ene kant de wetenschappelijke kant en dan de zweverige kant. Ja, wel, dat stond het wel. Of misschien zo twee mensen tegen elkaar zetten, ja, zo debat. Ja, deze dat je ruzie had in. Ja? Maar nee, ik weet het niet, ja. Dat leek me nog grappig. Wetenschap en dan de astrologie versus astronomie, dat staat mijlenver van elkaar. Ja, dat en dat is zot dat je als lijkt dan twee verschillende personen alle twee geboeid zit door iets, maar er een heel andere tak van pakt. En pijzen dat je de wetenschappelijke kant het boeiendst vindt. Ja. En hoe verder dat je daarin gaat, hoe meer dat je ziet dat die andere kant je eigenlijk echt niks te bieden hebt. Ja. Maar misschien is dat omgekeerd. Voor mensen met astrologie dan ook zo. Ja, dat is allemaal... Misschien wij voor te judge nemen. Het is al een kwestie van perspectief. Ja. Uiteindelijk, zolang dat je er iets aan hebt, zeer. Ik lees mijn horoscoop, hè. Als ik zo op de en trein zit... Wat dan? Ik denk dat zo van, ja, er zit daar gewoon iemand met zijn koffie te schrijven. Meestal doe je dat toch een beetje voor te laten. Ik zit kan ik hier nog maar rauskopen? Ik weet het niet, als ik zo op de trein zit bijvoorbeeld, dan kun je zo de metro gaan halen, in het station, ja, in een boekje. En dan lees ik altijd zo mijn horoscoop. Ik check en toch als dat van, klopt het? En dan als het zo te generisch is, denk ik van, nee, dat dat 120 zitten schrijven met de gedachte van, als ik maar vaag genoeg ben, dan gaat het wel voor iedereen kloppen. Dus dat vind ik wel jammer, want ik zou er wel graag in willen doen. Zeker die krantenhoroscopen. Ja. Of in de Joepie vroeger. De Joepie, ja, die heb ik ook vaak gelezen. Hè. Ja, wel. Dus dat. We gaan nog een keer een werkje doen, zeer. Yeah. Ik ken honestly trouwens geen idee hoeveel dat we er nog hebben. Dus het kan zijn dat we abrupt eindigen met dat was de laatste dag. Stop het, hè. Ja. Next. Je ziet assertiever dan ik zo, alsjeblieft. Wow, ja, die... Ja... Dat is dan iets dat voor mij helemaal uit mijn comfortzone lag, ga ik maar zeggen. Ja. Omdat het heel figuratief is. Oh ja, er zit wel wat abstractie in. Goh, abstractie niet echt, maar een beetje... Zwevende oogbollen bij, hè? Ja, dat is niet per se abstract, maar het is surrealistisch misschien. Ja. Maar dat doe ik eigenlijk totaal niet, zo van die dingen schilderen. Dat is meer illustratie. Allee. Ja, dat is echt een illustratie, inderdaad. Mm. Hè. Maar als ik daar dan zin in heb, en dat lukt, heb ik er wel immens veel voldoening van ook. Zijn je content van die? Van die, ja, zeker weten. Mm-hmm. Niet per se hoe dat uitgedraaid is, maar mijn manier van werken voor dat werk was echt... voor mezelf iets dat naartoe streefde op dat moment. Mm-hmm. Om zo weg mijn workflow te vinden, per schilderij en zo. En daar had dat zo een beetje gevonden, van ik kan hier dat doen, ik kan die stap, dan die stap. Heel wel overwogen wat doe ik eerst. Dat was met spuitbuizen en borstel, en afdrukken van behangpapier met textuur en zo. Ik vind het wel echt heel mooi trouwens. Van alles toppen gesmeten. Maar wel, er zat structuur in. En op dat moment in mijn leven miste ik dat. Mm-hmm. En wat dat ik deed, creatief gezien. Ja. Dus dat werk was voor mij zo wel een kantelpunt in hoe dat ik dan besefte wat dat ik kon doen met de juiste ingesteldheid. Ja. In plaats van gewoon blablabla, ik kan hier mijn penseel smeren. Ja, tuurlijk, het zal wel. Maar ja, je moet toch ook weten wat dat je doet, vind ik. En ja, dat is dan ook vaak een beetje het vraagstuk bij kunst. Of illustratie. Wat is het kunnen ervan? Of wat is de uitkomst ervan? Mm-hmm. Soms kan je een uitkomst super nice zijn, niks op aan te merken, maar moet je daar niet veel voor kunnen, maakt werk niet minder waardig aan wat dat uiteindelijk dan is. Ja. En bij dat werk ook zoiets van, ik bevestig mezelf in het feit dat ik iets kan. Ja. En ik zie het dat het goed komt en ik merk dat ik evolutie meemak.
Ja. En dat is wel iets dat men op dat moment gehoopt net om dat dan ja, toch mee verder te doen. Want dat is een punt dat ik ook niet veel schilderde. Dat ik dat zo wat eventjes achterwege gelaten dan. Ja. Met andere dingen bezig te zijn. En dat heeft me dan zo weer on track gebracht, dat, ja. Dat werk. Dus dat heeft wel zo een kantelpunt werken. Ja, ja, ja. Het zijn veel mensen die dat werk echt zo het sprekendst vinden. Omdat het net zo figuratief is, misschien. Misschien omdat het makkelijker is om er associaties bij te maken. Ja, ik denk dat het laagdrempelig is in de zin dat het is wat dat is. Je ziet het wat dat is. En je hoeft niet per se na te denken over wat zie ik daarin en wat is de bedoeling ervan. Ja. Is er een bedoeling van? Of dat zijn gewoon vletten in mijn ogen. Dan, bij sommige werken moet je moeite doen om het te kunnen appreciëren. Ja. En ik had dat vroeger ook met bepaalde kunstenaars. Dat ik dacht van, ja, dat is niks. En dat na gewoon wat meer setting ten en wat meer kennis van de achtergrond, dan kreeg je daar toch een ander respect voor. En zo van, ja, dat is eigenlijk toch wel, moet maar doen. Ja. Rotko bijvoorbeeld, zo'n kunstenaar die, ja, die zo R-O-T-H-K-O. Ja. Dat is zo iemand dat ik hem moet leren appreciëren. Ah, ja. Ja. En nu is dat zo een go-to van wat dat je kan doen met minimalistische dingen. Ik heb dat geleerd in kunst te zien. Dus ik weet nog dat ik dat zag, dat ik ook zo dacht van, maar... Ja, iedereen kan toch gewoon een zwarte monoliet schilderen? Mm. Ja, nee. Echt niet. Nee. Iedereen kan dat, of dat hij hem dat doet. Nee. En er zit er ook een gedachte, er zit daar een heel proces achter. En ja. Als je voor zijn werk staat ook, dat is monumentaal. Hè. Dat is groot. Je ziet dat op een laptop, bij je paste. Nee. Hoe groot is dat? Ja, sommige van die werken zijn meters. Serieus? Ja, en hij heeft zelfs een keer een drieluik gemaakt, waar dat hij dan een gebouw voor ontworpen net. Wat? Om ze drieluik in tentoon te staan. Dat is een mega zot conceptueel en verregaand. Van... Ja, je moet er ook wel de kleuten voor aan. Ja, maar ja, het was wel al een gevestigde waarde, die vindt. Ja. Maar ja, ik snap dat mensen zo vaak kunnen zeggen van ah, dat is niks voor ik, ik zie dat niks en iedereen kan dat. Ik snap dat. Ik heb ook op dat punt gestaan. En als je dat niks boeit, dan moet je daar zelfs niet achter zoeken. Okay. Dat hoeft niet iets voor jou te zijn. Ja, dat hoeft niet. Hè. Maar ja, sommige van die dingen in de juiste spotlight, als je het snapt, kun je er toch wel respect voor hebben, ook al vind je het niet goed per se. Ja. En dat vind ik wel boeiend. Dat is de manier waarop ik nog niet in dat ding heb gekeken. Bijvoorbeeld. Als je hier naar een museum gaat, bijvoorbeeld, naar wat ga je het langst staan kijken? Het zijn veel dingen dat ik saai vind. Dat merk ik, like, als er zo like, die Rotko nu, dat is iets dat ik niet 10 minuten naartoe ga staan kijken. Ik ga gewoon kijken van, ah, mooie kleurtjes, ja, tof, dag. Dat geef ik toe. Ik vind het veel mooier als bijvoorbeeld like, Van Gogh vind ik supermooi. Ja. Dat is een beetje cliché misschien, maar gewoon zo like, mooie kleuren en toch like, zo iets van zachtheid erin of zo. Of portretten vind ik ook heel mooi. Mm-hmm. Omdat ik dat dan like, heel boeiend vind om te zien hoe dat emotie... Allee, letterlijk de mens, hoe dat is. Ja, eigenlijk niet die emotie in het werk, maar de emotie van het onderwerp. Want ik vind mensen heel erg interessant en dan kan je daar ook zo over nadenken van wie was die persoon? Of was dat zelfs echt de persoon of is dat gewoon letterlijk uit het hoofd van iemand? Ja, inderdaad, ja. Dat vind ik wel cool. Dus dat is wat je hier zoekt dan in de kunst dat je hier wil appreciëren. Ja, denk ook in teksten verhaal. En al, like teksten dat gaan over. Geld en bitches en al, daar luister ik niet graag naartoe, maar ik vind het leuk voor mensen te ontleden en voor te weten wat er in de psyche omgaat of zo. Ja, voilà, dat wel. En nu dat ik erover nadenk, het is super lang geleden dat ik naar een museum of zo ben geweest. Ik heb zo goed over een keer te gaan, maar. Ja. Van net nog niet zo lang geleden, ja, maar daarvoor was het wel. Natuurhistorisch Museum in Brussel, vorige week. Ja. Kun je nu gaan naar musea? Ja, je moet voorboeken, hè. Ah, oké, ik wist het niet. Ik dacht dat alles krijg je echt een tijdstip was. Dat je kan gaan. Ja, en hoe lang ben je binnen? Ik denk niet dat er daar een limiet op stond. Je moet wel een vast traject volgen. Ja. Je kunt niet gewoon zo gaan en staan waar je wilt. Het is echt zo een paadje en een beetje opletten. Ja, waar je loopt en doet en zo. Ik weet nog wel een deel musea open. Ik kan dat een keer opzoeken. Soms heb ik zo dagen dat ik denk van... Weer al gaan wandelen. Alleen, natuur is... Prachtig, hé. Echt superleuk, maar dat ik zo te mis voor effectief like, iets verrijkends nog te doen. Maar ik zie nu ontspannen genoeg door de natuur, maar ik wil nu weer... Een beetje meer uitdaging ook. Ja, dat. Eigenlijk moet ik kijken naar Verbeke Foundation. Ik
ga dat kennen. Dat is bij Antwerpen, ik weet het niet. Maar dat is een voorbeeld, vind ik, van hoe dat een museum echt interessant kan zijn en uitnodigend kan zijn en een ontdekkingstocht kan zijn. Dus. En hoe dat? Ja, veel installatiekunst, veel grote dingen, maar het is ook gewoon een eigenaardige plaats. Also. Het is echt een opslaghuis. Also. Ja. Gigantisch, met een heel groot stuk grond er rond. Waar dan er van alles van installaties en inwandelbare dingen staan. En heel veel van de dingen die daar staan in Verbeek Foundation, die spreken tot de verbeelding, ja, maar ook vaak tot interactie. Also. Ja. En ook kinetische kunst en zo. Met beweging. Beweging, ja. Like Theo Jansen, ik weet niet of je dat kent. Dat is zo ik ga niet mijn cultuur, een Hollandse architect, basic, die zo strandbeesten maakt. Uit PVC-buisjes maakt hij zo dieren met massa's veel poten. Ja, ik ken dat al gezien. Ja, ik kan zo in een zin dat ze wandelden. Ja, ja. Ik vind dat super. Zijn concept is zo een strandbeest, dat zijn allemaal artificiële. Hele basic artificiële intelligenties die maar één doel hebben: wandelen. En ik de echte dieren, daar brengt hij dat. Dus die ding dat hij maakt, heeft maar één doel: wandelen. En anderen kunnen bijvoorbeeld merken dat ze water tegenkomen. Zit er een zuigertje in die lucht zuigt, raakt verstopt. Oh, het is water, moet een andere kant op. En dan proberen ze via heel basic mechanismen een wezen te maken, maar die levensloos is. Ja. Maar je beweegt en je merkt dat er water is. Oeh, het is aan het waaien, ik veranker mezelf in de grond. Ja. Maar puur mechanisch, zit daar niks van elektronica in of zo. Nee, dat is op basis van een wind. Ja. Ja, want ik zie het hier net. Fysica en mechanica. Ja. En daar stond er bijvoorbeeld een van die dingen dat je gewoon kunt dan even rijden en je kunt in werking zien. En er is een interactie met heel veel dingen daar. En maar die beesten, laat die dat dan letterlijk gewoon los op het strand? Dat was zo wat zijn bedoeling, dacht ik, om zo'n dingen te kunnen vrijlaten, bij wijze van spreken. En dat je binnen 50 jaar naar het strand gaat, dat je ziet er nog lopen. Ja. Dat was zo bij zijn punt, dacht ik, dat hij naartoe wil werken. Mm-hmm. Van, ik ga kijken hoe ver ik daarin geraak. Ja, dat vind ik wel echt te cool. Dat spreekt echt op mijn verbeelding. Ja, en dat is dan ook, is dat kunst? Ja, hij doet dat vanuit de heel wetenschappelijk perspectief. Pessimistisch perspectief vind ik wel. Ja, het is misschien wel maatschappijkritisch, dat zeker wel. Maar ja, hij is niet per se een schilder of zo. Maar je creëert wel. En ik vind dat even hard kunst. Ik ook, het zal wel zijn. Cool. Maar ze dingen zien, dat is wel iets anders dan gewoon in het Groeningen Museum rondlopen. Ja. En te kijken, dat is een ander soort museum. Dat sommige en historische waarden eerder dan maatschappelijke waarden. In de commentjes mee, dus voor de mensen. Van Verbeke Foundation. Ja. En mocht, zat er nog een schilderij klaar. Ja, en we hebben trouwens ook Maxime dan bij die ook aan het tekenen is. Hey, Maxime. Yo, Klink. we hebben nog een schilderij dat klaar staat. Ja. Dat ziet eruit als een diemen. Ja, dat is een beetje duisterder werk, ja. Ja. Ook één dat ik zo heel tevreden van ben, omdat er zo dingen ingekropen zijn dat ik wou erin steken, maar dat ik op het moment zelf dacht van het is echt niet aan het lukken. Ja. Soms kun je dat echt hebben, dat je daarin zit in een werk en je ziet jezelf niet per se aan het forceren, maar je merkt van dat niet is wat je wilt, dat is. Tenminste, het wat. Maar je doet toch verder also, en dan op het einde van je sessie of whatever. Sta je daar dan te kijken naar wat je net gemaakt hebt, dan denk je, ik ga dat morgen overschilderen. Ik ga dat nieuw beginnen. Heb je dat gedaan? Nee. Binnen één was dat wel zo van, dat ziet er niet uit. Hè. En een dag erachter zag ik hem dan weer. Ja. En een andere dag, een andere mindset, een ander perspectief. Ja. En word ik er echt zo zelf van gepakt zo van, het heeft wel présence. Ja. Het is misschien niet het mooiste beeld of het meest, technisch onderbouwde schilderwerk. Het is heel bruut, het is heel rap. Oh ja, het ziet er rap uit als in hele harde lijnen die strak staan en vlatten. Ik vind dat heel wat oproept, hè? Ja? Ja, ik word er een beetje bang van.
In welke zin? Vind je het een dreigende... Ja, voor mij dat is gewoon... Allee, niet misschien... Nee, zelfs niet omdat het letterlijk zwart is, maar het ziet er zo een... Ja, een beetje bedreigende figuur uit en zo. Like iemand dat... Misschien ook omdat ik bijgelovig ben, maar dat is het gezicht van mijn nachtmerries. Stuff of nightmares. Okay. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik snap het wel, hè. En, ja. Was het zo bedoeld of niet? Het was eigenlijk een zelfportret. Sorry. Maar wel op een moment in mijn leven dat ook niet allemaal van een lijn dakje liep. En ja, dan... Ik voel me nu een beetje zoiets... beschamd. Maar benen. Dat kan zoiets wel helpen om jezelf zo wat te uiten. En hetgeen dat in je zit, zet je ergens op en het zit misschien niet meer in je. Ja. Je kunt dat toch proberen. Maar ja, veel mensen... En daar heel veel verschillende visies op. Of dat je zegt, het is dreigend bij een nachtmerrie-like. Andere mensen... Mijn zus bijvoorbeeld keek er naartoe en dacht van... ik zie daar like iets statisch en bijna Romeins in, of Grieks. Eerder Grieks. Ja. Ook met de achtergrond die zoals andere is. Ja. Dat vond ik dan ook wel. Ik heb dat, kan daar zelf niet op gelet, maar als je het in zijn geheel ziet, nu zie je ook maar een stuk, ja, dan... is de volledige figuur en vond ik ook van het wel het wat Grieks en zo. Kan. Je kunt er veel in zoeken en zien en van vinden. Mijn vriendin vond dat dan zoiets van, je maakt echt veel betere dingen dan dat. Wat is er dan nu speciaal aan? Ja. Ja, dat is voor iedereen anders. Dus. Je moet wel nog kunnen incasseren ook, hè. Ja. Je kunst maakt. Maar ja, van sommige mensen kun je makkelijker incasseren dan van anderen. Ja. Het is zien op welke manier als ze het brengen, misschien ook. Ja. Maar ik vind het wel cool, ook al vind ik het eng. want trouwens, Maxime Lambert die vraagt... Had hij een bot wortels vast? Ik denk dat hij een bos wortels bedoelt. Wat, een bos wortels? Of dat hij bos wortels vast had. Ah ja, daar, ja. Zo, ja. nee. Ik denk, maar ik ben niet meer zeker... Op het moment zelf dat hij eerder een... Ik weet niet het wat is dat hij... Dat het beeld like, uit hem zelf heeft getrokken. Het was vleeselijks, vormeloos. Je ziet wel dat het eng is. Ja, het is een beetje luguber, inderdaad. Dat zie ik zeker wel. Maar ik vind dat ja, een werk, illustratie of schilderij, whatever, mag ook confronterend zijn. Ja. Dat hoeft niet per se iets te zijn dat je mooi vindt. Ja. Oké, okay, je gaat misschien niet ophangen naar je living, maar dat is ook dan niet waar dat werk voor bestemd is. Nee, dat hoeft dat daar ook niet dat te hoeft zijn. Dat hoeft het niet te zijn. Ja. Sommige werken dat ik al zien heb van andere kunstenaars, dat ik bij van, moet dat nooit meer zien. Maar ze hebben wel iets gedaan met me op dat moment. En dat onthoud je. Mm. En dat is een ding, dat is een ervaring gewoon soms. Ja. Die je aan het denken zetten of je terugtransporteren naar een moment in tijd en zo. Ja, daar is eigenlijk zolang dat iets oproept, is het goed. Als je naar iets kijkt en denkt van... En je voelt niks, dan pas hij gevalt. Dan is het jammer, hè. Ja. Nee, dat is wel waar. En je ook, ik voel aan het museum helemaal. Ah, yes. Voilà. Wat ging ik zeggen? Ja, ik kan ooit in deeltijds kunstonderwijs of zo tekenles gevolgd woensdagmiddag. En mijn leerkracht toen, Mathieu, hè. En had een hele kamer vol met werken. En dat hij op duur niet meer wist waar dat hij ze moest smijten of leggen. Ik weet dat een vloek is van veel... En jij dat ook? Ik had dat. En ik heb daar een keer zwaar in beginnen schommelen. Omdat ik dat echt... Is dat geen zeer? Soms wel, soms niet. Maar ja, de dingen dat je hard zeer van zodat om mee te scheiden, hou je. Mm. Maar ja, soms is het een beetje... Een beetje zoeken, want je kan niet alles sparen. Mm. En sommige dingen die je gemaakt hebt op een moment en is niet meer relevant. En ja, je moet daar ergens wel van kunnen scheiden, basic. Of hergebruiken. Ik heb heel veel doeken dat ik gewoon er nieuw erover. Als iets is dat niet achterstaan, of het staat er al 2 jaar in een hoekje, kijk er een keer naartoe. Ja, dat is niet meer. Kijk er dan een foto van? Ja, dat wel. Ja, oké. Okay. Dus het is niet dat je zegt van, het weg is het weg. Nee, soms wel. Raven Lamoot bijvoorbeeld, had ook echt scheet te veel. Ja. Dat is echt gestoord, maar ja, zo productieveling dat is. Maar ik weet nog, een aantal jaren geleden was er zo die keuren oude drukkerij. Ja. Aan de, niet ver van de Hentpoort, waar er tijdelijk ateliers waren. Ja. En Raven had daar onder andere atelier, dus hij kwam daar veel. Ook bij samenschilderen en al. Dat is ongelooflijk voor te zien dat die kerel
doet in een maand. Ja. Dat is zo van, what the hell, waar ga je het allemaal zetten? Waar ga je het mee? En achter een eind is dan inderdaad, ja, je moet opslagplaats zoeken. Het is niet meer genoeg om gewoon een atelier te hebben. Je moet al beginnen kijken voor een garagebox of zo. Ik weet niet dat hij hem dat zelfs gedaan heeft, ik niet zeggen, maar dat hij hem een garagebox ergens moet fixen net voor al zijn werken in te zetten. En dan heb je er ook niks aan. Ja, dat staat dat daar. En je peest dan van, ja, het is zonde voor dat weg te doen, of het is zonde voor dat te overschilderen. Ja, zeker weten. Maar je kunt niet bluffen. Je kunt niet blijven opsparen. Van... En zeker niet als je zo productief zit. Dan moet je ergens, denk ik, knopen doorhalen en zeggen, oké, ik ga selecties maken. Ja. En alles dat ik achter 2 jaar nog altijd echt achterstaan en zeggen van chapeau van mezelf, hou je. En de rest was een goede oefening. Ik zeg, kijk, godverdikke blij dat ik alleen maar schrijfboekjes aan dat moet bij. Maar je hebt er zeker zo wel een hoop, hè. Voilà. Maar ja, dat is makkelijk in een kast weggepropt. Ja, het is waar, maar veel van die boekjes ga je misschien ook nooit meer in kijken. Je weet dat niet. Sommige misschien wel, sommige niet. Soms wel. Als ik zo bezig ben met de tekst, like, dat is letterlijk dagboek, hè. Ja. Maar het komt er dan, dat wordt dan... Slam poetry tekst, maar ik gebruik dat niet, omdat dat letterlijk mijn dagboek is. Maar ik bijvoorbeeld dan een raptekst aan het schrijven ben, en ik heb zoiets van... Even vast. Zit een beetje vast. Een beetje lezen van mezelf. Ja, dat weet ik al zo. Ah ja, in die periode voelde ik me zo like, waarover ik aan het schrijven was. En dan kan ik daaruit dingen halen. Dus ik denk wel niet dat ik dat ooit ga wegdoen. Like, dat is super stom, hè, maar like, als ik later ik snap het wel, kinders of kleinkinders ben... Tuurlijk. Dan ga ik gewoon zeggen, hier, lees het. Mijn levenservaring. Inderdaad, maar let op wat je zegt. Een boekje. Ja. Chill. Ja, hé. 30 werken. Ja. Zet het maar. Ja, ik vraag me dat soms ook af. Ik pak dat ik er niet meer ben. Wie gaat er dat lezen? Waarom maak ik dat nog? Ik weet het niet. Ja. Wie had het kunnen lezen? Want vragen, de schrift is... Ze vragen dat ik bijna veel mensen die iets maken, creëren of scheppen, wel op een bepaald punt ook beginnen na te denken over de zin van iets te maken. Maak het uit, misschien niet, maar het doet voor jezelf, sowieso. Denk het wel. Binnen x aantal jaar zijn er nog dingen van jou die... Het is hier sportschool. Ja, wel. Zijn er nog dingen van jou die binnen x aantal jaar relevant zijn of gelezen gaan worden? One can only hope. En ik zou zeggen, ook al is het niet zo, als je... Dan heb je het leuke ermee gehad. Ja, als je de moeite hebt gedaan om er toch voor te gaan, is het al een feat in itself. Allee, dan is het echt al het wat je bereikt hebt, vind ik. Schoon, hè. Dat is nog een keer een close-up van... Ja, Nerf Gun. Ik ken die mee, basic. Let die. Dat is dan echt als... Zo stoer dat zo boven kunnen gaan. Zo, ja, bla. In vergelijking met dat... Dat is echt zo... Ja. Je ziet wel het verschil. Ja, het zal... Daarom ook dat ik die twee ook zeker mee heb. Dat zo... Dat is 3 uur werk. Mm-hmm. 4 uur werk misschien. Ja. Dat is 10 minuten. Serieus? Ja. Het ziet er omgekeerd uit. Dat ik hier meer tijd in gestoken. Ja, omdat hij er een beetje uitziet als een reptiel. Ah ja, zo, door de kleuren misschien ook. Ja. Maar hier heb ik zo tijd in gestoken. Als in dat bruine handvat is zo wat houtimitatie. Het ziet er, wow, ik dacht dat dat zo was gemaakt. Nee, dat is het zeker niet. Ja, nee. Nee, dat was gewoon echt een fel... Mag ik een keer kijken? Dat was gewoon een fel gekleurd pistool, hè. Witte, rode, plastic, I don't know welke kleur dat was. Ik vind die wel nog altijd cool. Ja, je is agressief, hè. Je is echt zo... Klaats, wat zegt dat dan over min, hè? Je gaat voor opzichtige dingen. Kun je geen ongeluk Nee, maar ik vind dat ook wel. Ik vind dat, het is wel wespachtig. Ja? Allee. Zo agressief en... En een keer tonen. Zit er iets in? Nee, het zit geen kogels in. Oel. Mag toch laden. Kun je hem trekken, ja, zowel. Ja. Cool. Nee, oké, maar nu snap ik het, want het zag er zodanig echt uit like, dat ik het niet snapte. Die hele gun, dat is echt zo, ja, primer opzetten, een hele grondlaag, dan zwarte schaduw en wat metaalverf voor verwering, en that's it. En hier had je echt gezocht naar... Ja, ik heb moeten een onderdeel uit elkaar halen voor afzonderlijk te kunnen schilderen. Dat is een heel ander werk. En ja, dat is dan echt wel een groot verschil in tijd. Maar zo zie je maar dat soms ook niet uitmaakt. Let op dat je zegt, van, ik neig eerder naar dit. Ja. Ook al is het heel snel gedaan. Ja, sure. Kan zijn effect, hè. Ik ga dat hier leggen voor dat brok. Jezus. Slim van mezelf. Heb je nog een foto staan?
Maar een keer kijken, hè. Oeh. Oh, portretje dat, hè. Ja. En is dat een persoon die je kent of die voor je zat, of was dat uit je hoofd? Dat is uit mijn hoofd geschilderd, basic. Dus hier zo, ja, als je eventjes bezig bent met tekenen en schilderen, je begint, like bijvoorbeeld in school, waarnemingstekenen, portrettekenen. Mm-hmm. Na een eind, dan grijp je terug naar dingen die zo wat geautomatiseerd zijn, ja, in je spieren. Ja. We zeggen vaak muscle memory. En in, like voor games, als je game dat is al, console gaming, je denkt daar niet over na welke knopjes dat je indrukt, dat is gewoon muscle memory. Ja. En bij het schilderen kun je dat ook een beetje in, dat je zo teruggrijpt naar het wat dat je weet van dat zo schilder ik het. En voor mij is dat vaak schedels of skeletten, mm-hmm, of een gezicht. Wat je hebt dat 100 keren al gedaan, met, ja, andere hoeken, met andere technieken. Sowieso is dat al direct het af van, ik weet niet wat is helderd. Een kopje. Voilà, kopje. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen. Ik vind handen. Ik vind handen heel zijn ook enorm moeilijk, inderdaad. Ik vind het ook moeilijk om een goed gezicht weer te geven. Mm-hmm. En zeker in de vorm van waarnemingsteken of zo, dat echt iemand zijn portret is. Mm-hmm. Dus ik echt geen krat in. Maar het is wel heel mooi. Je kunt wel heel expressief te werk gaan in een gezicht. Mm-hmm. En dat vind ik toch wel weer iets interessants aan portret schilderen. En met expressief bedoel je dan de emoties of met kleuren of met je tekeningen? Beide. Kleur roepen ook emotie op, vaak. Ja. En techniek. In dit geval heb je niet echt een blik of een indicatie van dat onderwerp is blij, boos, depressief, vragende, denkende. Mm-hmm. Je hebt niet echt een indicatie, maar de manier waarop dat geschilderd is, zo kijk dan pijzen, en de kleuren, die zorgen dan eerder voor de expressie. Mm-hmm. In plaats van de gezichtsexpressie. En je hebt zo het werkexpressie dan. Ja. Ja, ik vraag me soms af, like, hoe hard dat je zelf projecteert op iets dat je ziet. Like. Ja, vaak doe je dat sowieso. Ja, ik denk dat wel. Zeker ook met iemand anders zijn werk. Mm-hmm. Je zoekt altijd achter raakpunten. Hè? Ja. Van waar is het voor min relevant? En... Ja, ik vond dat heel interessant. Ik heb voor de tweede lockdown heb ik in de tank een sessie meegedaan. Schrijven naar naaktmodel. Ah, mooi. Ja, ik vond dat super interessant. Omdat, ja, ik kan niet zo goed tekenen. Dus tekenen naar naaktmodel ga ik niet zo snel naartoe gaan. Mm-hmm. Ook al zou ik dat misschien wel een keer moeten doen. Hè. Maar... ik vond dat super moeilijk voor daar iemand te zien en dan daarover te schrijven. Maar ik kreeg dan ook zo'n opdracht. Maar ik had zoiets van, ja, maar ik weet daar niet, ik weet niets over die vrouw. En dat ik dan merkte dat ik keihard... Dat is misschien net de oefening. Ja, ik was keihard gewoon mezelf aan het projecteren op haar. En dat was echt... Ja, kun er wel in komen, inderdaad. Ja, uiteindelijk dat je echt je eigen ervaringen of hoe dat jij... Mm-hmm. Allee, bij mij ging dat dan over hoe dat ik me zou voelen. Moest ik daar zo liggen, ja, bijvoorbeeld. Voilà, dat voilà. Vond ik heel weird. Ja. Vaak kan je, veel mensen dat kennen ook, die dan bijvoorbeeld een keer in de stad gaan tekenen, snel schetsen, ja, waarnemingstekenen. Heel vaak projecteer je inderdaad dingen. Mm-hmm. Je ziet iemand eentjes eten geven, ik zeg nu maar, een notpeetje. En dat is direct een romantische / zielige connotatie, ja, van, oh, dat vind je, de eentjes aan het eten geven. En, ja, automatisch ga je daar naartoe gaan tekenen ook. Ja. Je geeft daar dat gevoel bij en aan, omdat je dat daar hebt geprojecteerd. Ja. Zelfs de hele tijd je vindt van, godverdomme, weer in mijn krummels hier, ja, we moeten naar die rotbeesten gaan. Je weet dat niet, maar je geeft daar zelf een verhaal aan. Ja. Dat is wel het wat dat iedereen doet. En, ja, dat maakt het net zo interessant dan, om werken van elkaar te... Ik vind de kleuren hier wel supermooi. Zo zacht. Achtergrondjes helden. Ja. Ook tof, hè. Ja, was dat sarcastisch? Nee. Daar heb ik... Dat is ook tof, hè. Maar ja, daar heb ik het meeste voldoening soms nog. Serieus? Omdat dat niet centraal, dus je kunt met heel veel wegkomen. Ja. Je hebt gezegd centraal, mensen letten daarop. De achtergrond is opvulling. Ik kan de kleurtjes spotten. Voilà, dus dat. Maar ja, je kunt er heel veel in kwijt dat niet hoeft gezien te worden. Wow, massa's expressief bezig, je hebt een achtergrondje en dan vul je 3/4 van je doek met je onderwerp.
Ja. En in de achtergrond is er zo goed als niks meer van te bespeuren, buiten hier en daar een vlakje. Doe je eerst je achtergrond en dan je gezicht? Ja, sowieso. Het zal wel. Echt? Ja. Ik dacht dat je omgekeerd moest doen. Iedereen heeft zijn werkwijze, maar mij leek het logisch. En veel mensen gaan ook wel op die manier te werk, wees ik. Dat je eerst je achtergrond doet, dan je ruwe lijnen van je onderwerpkeuze erboven hebt. Want dan je gaat eerst je onderwerp doen en dan moet je je achtergrond opvullen. Dan is het een heel precisiewerkje om te zorgen dat je niks van je onderwerp wegschildert. Ja. Terwijl dat, als je al een achtergrond klaar hebt, je moet om te even schilderen dat je wilt. Ja. Er is iets achter die zorgt voor opvulling. Ja. En andersom is moeilijk en ziet er vaak ook heel gekunsteld uit. Ja. Want achtergrond, de naam zegt zelf, moet op de achtergrond liggen. Dus is het logisch dat je er dingen bovenop plaatst om ervoor te zorgen dat dat naar achter verdwijnt. Ja. En niet omgekeerd. Oh, dat is wel cool. Nee, maar welke verf is dat? Acryl en olie. Ja. Achtergrond is verzeers olieverf en het hoofd zelf is acryl, denk ik. Ja, dat is goed. Ja, vaak schilder ik ook gewoon met de verf dat ik ken. Ik ga niet per se op zoek naar een soort go-to verf. Als ik kan kiezen, is het acrylverf, omdat dat heel snel droogt, weinig ecologische impact. Maar als ik ergens vanuit de container een oude pot Levi's muurverf kan meeschoepen, ja. Omdat, dat is dat, ja, dan pak ik dat. Ja. Je wil zoveel mogelijk gebruiken dat niet moet gesmeten worden. Dan. Ja, dat zou een coole werk wezen. Ik weet niet, Kilian, hebben je nog een foto staan? Ja. Zou je zien? Ah, die heb je mee, hè? Ja, dat is ook altijd wat ik sporadisch dan als een nu en ton, hè, ik het doen. Is wat... het een echte? Het is een echte. Het is een echte schedel. En van wat is het? Het is van een hert. Het is een hertenbokje, basic. Van waar haal je dat? Ga je zelf je hert nog afschieten? Denk ik. Nee, ja, van waar haal ik dat? Rommelmarkten, online, tweedehands. Ik weet nooit soms zelfs dat je het zou vinden in een kringloop of zo. Ja. Ik probeer zo weinig mogelijk, voor dingen waarmee ik werk, zo weinig mogelijk nieuw materiaal. Ja. Dat is nu, denk ik, zelfs een keer een lotje dat ik gekocht heb van een hobbyist, taxidermist of zo. Die dan zei van, ik kan hier nog 5 schedels, zou ik niks mee gaan doen. Ja. Wie kan er het wat mee doen? Also, een paar euro per schedel, super nice. Ja. Ik vind dat ook gewoon boeiend, om dan niet te werken naar een foto waar je het wat wil schilderen, maar dat je ook echt wel je beeldmateriaal kan in je handen doen en naartoe schilderen, is ook wel handig. En ja, je kunt er creatief mee omgaan. Ja. Heb je ze bij? Ja. Mag ik een keer kijken? Dat is hier de skill. Ik heb er al zo een paar gedaan. Kaken ook. Ik kan hier zo wat kaken. Kaakbeen. Ik ga hem niet pakken, want ik ben super bang dat ik het ga laten vallen. Nee. Oh, maar wat, dan kun je wel tegen het wel bij, weet ik. Ja, het ziet er nog altijd redelijk uit. Ik vind het een beetje vies om vast te hebben ook. Omdat het dood beest is. Ja. Oh, ja, van een dood beest is. Ja, ja. Ik vind het heel cool, hè, maar... Denk je daar ook over na? Of? Ja, dat fascineert me, massa's hart. Ja. Niet we per se... ook het wel in ons hoofd, hè? Ja, en niet per se dat de dood me fascineert. Maar gewoon... natuur in onze vorm is zo boeiend. En schedels en dergelijke overblijfselen van iets dat geleefd hebt. Ik vind dat ongelooflijk. Ja. Ik kan dat in mijn hand doen en dat is van een beest die rondgelopen net, hè. Dat is massa's gek, vind ik. Dat is raar, hè? Ja. Dat is ook gewoon echt bizar. Maar ook, ik heb dat je er mee werkt of zo, dat je daarmee bezig zit, dat pees je er ook geen twee keer meer over na. Ja. Dan is het gewoon... vorm. Leg ik aan vast, dat je vastpakt. Het is iets dat je het wat mee wilt doen. Ja. En ook vind ik dat heel veel dingen onnodig gebeuren. Zoals dieren die opgejaagd worden. Soms... vanuit sport, soms vanuit bosbeheer of whatever. Maar als het dan toch heeft moeten sterven en er zijn overblijfselen van, dan kun je er maar het wat mee doen. Ja, dat is een mooie denk. Vind ik. Kijk. Het is niet dat je konijntjes gaan afschieten voor in de hoofd te gaan halen. Nee, maar iemand dat kent wel bijvoorbeeld een keer zijn eigen schaapje geslacht. Ja. Ergens heb de boeren buiten en zo, in de grond de rest van het karkas. En 2 jaar later heb ik die schedel van dat schaapje gekregen. Ja. En ja,
die beest is gestorven voor een bepaald doel van die persoon. En er zijn overblijfselen. Ja. Ik wil dat abruten. Ik ben dat wel fascinerend. Dat gaat ook terug naar het wat die oers is. Zo. Hetzelfde met tattoos en van die dingen. Dat is iets dat, ik weet niet, ergens inherent in de mens zit, basic. Mm-hmm. En sommige mensen zetten dat wat meer in de verf van andere mensen. En bij mij is dat zoiets, ja, ik krijg nog vaak naartoe terug. Ja. Omdat ik daar fascinatie voor heb, ik weet niet waarom, maar dat is er gewoon. En zeker het blok van taxidermie en schedels en al, echt wel superboeiend. Mm. Wat dat heel tegenstrijdig is, hè. Ik ben zelf vegetariër. Ja, ja, het is dat. Ik probeer zoveel mogelijk mijn ecologische voetafdruk te verkleineren of te beperken waar dat maar kan. Maar het is toch over. Ja, maar er is ook een markt voor. En dat is dan iets dat je... Ja, dat is zo moeilijk om daar helderheid in te scheppen. Van waar dat je dan iets haalt. Ja. Wat voor hetzelfde geld zijn dat gewoon kwekerijen die herten en ze allemaal neerknallen voor de schedels te kunnen verkopen. Ja, je weet het niet. Bedoelt. Dus is dat mee dat ik liefst niet naar een taxidermist ga en iets kopen van, ah, wow, vind ik echt interessant, een vleermuis of dit of dat. Mm-hmm. Ik ga dat niet direct doen, want ik weet niet van waar dat komt. Ja, dat vind ik wel super goed. Maar als ik het dan, ja, zo tweedehands of zo, en ik ga proberen niet deel te zijn of deel uit te maken van het circuit die er echt zo rond draait. Maar ja, waarschijnlijk raak je daar toch bij betrokken als je daarmee bezig zit. Ik weet dat niet. Kijk, ik verzeker ze ook wel het een en het ander liggen dat niet ethisch verantwoordelijk is. Ja. Je weet nooit van waar dat komt. Ik vind dat ook wel superboeiend, maar ik zeg, je kan proberen van je één voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen, maar ja, er is altijd die kleine marge van dat je het eigenlijk niet weet van waar dat komt. Met dat bordspel is dat juist hetzelfde. Ja, ik wil dat uitbrengen. Ja. Hoe doe je dat ecologisch gezien? Ja. Oké, ik wil geen plastic in dobbelsteen gebruiken. Op zoek gaan naar houtdobbelsteen. Ja. Lasercuttertje dan, voor er zelf het dan mee te doen. Anders ging het met een brandstempel zin of whatever. Je zoekt wel een manier, maar ook liefst niet met stiers. Dat is ook alweer lijm, productie. Zoveel mogelijk van die factoren proberen uit te schakelen. Maar ja, dan kom je op het punt dat je bijvoorbeeld een bord nodig hebt, een speelbord. Mm-hmm. Ja, veel echt ecologische alternatieven zijn er niet. Dus je kunt beperken. Ja, het is dat. Ik vind wel dat je er al ferm over nagedacht hebt om het zoveel mogelijk te beperken. Dus dat is echt wel al heel goed bij hen. Ja, en ook denk dat als ik dan bijvoorbeeld zoiets uitbreng, ik maak daar wat winst op of ik zeg nu maar dat slaat aan, dan zou ik ook proberen om hetgeen dat niet ecologisch was in mijn proces te compenseren door een deel van hetgeen dat ik eruit haal te steken in iets anders. Ja. Door dan een ander CO2-neutraal project te steunen of duurzaam bosbeheer. Ja. Ik werk veel met hout. Dat is ook iets dat meer en meer in aandacht moet komen. Want we kunnen niet eindeloos met zot hout werken. Ja. Tegenwoordig, je ziet dat ook de prijzen van hout massa's duur aan het worden. Ebbenhout, eikenhout, walnoot, wortel, noem het tip. Ergens logisch. Het wordt allemaal duur, maar ja, die bomen zijn soms 100 jaar nodig voor te groeien tot een formaat dat die karakter heeft. Mm-hmm. Dus dat is niet meer verantwoordbaar in huidige tijden, vind ik. Dus ja, zoeken naar inheemse houtsoorten, West-Europese houtsoorten, die werken met FSC-label, dat meestal wel duidt dat ze toch vooruit een boom dat ze kappen neemt planten. Als ze het toch een beetje moeten zien, dat ecologisch bosbeheer en zo. Dus ja, je kunt daar zoveel mogelijk aandacht aan besteden, maar 100% gaat niet. Ja. Leuk met dat bord, dat moet gedrukt worden. Ja, maar ik vind het al supergoed dat je er zo mee bezig bent. Er zijn veel mensen die gewoon zoiets hebben, goedkoopste optie, dat doen we, heb. Waarschijnlijk. Praat, board game. Maar gelukkig zijn er meer en meer mensen, dat ik merken, toch in mijn omgeving, die er echt wel bij stil beginnen te staan. Mm-hmm. Zeggen van, kijk, ik heb nu, ik zeg nu maar, een nieuwe velo nodig. Mm-hmm. Je hoeft niet per se een gloednieuwe velo te hebben. Er zijn er genoeg geproduceerd die allemaal weer herstelbaar zijn. Dus het kan. Het is gewoon ergens een beetje een mindset van neem genoegen met iets minder
al zijn, moet niet het nieuwste van het nieuwste zijn. Mm. Of ja, probeer dan toch op een ander vlak, als je dan toch moet die nieuwe fiets zijn, probeer dat dan te beseffen, van dat deed het wat kost. Ja. Niet per se financieel, maar dat deed echt grondstoffen ja. gekost. Dat zat hij erover begint na te denken. Eigenlijk, het is overal, hè. Ik was zelfs aan het denken van auto's, hoeveel water dat er... Allee, ik kan nooit... Cola, frisdrank, ja. hoeveel water dat er mm-hmm. erin... Bierproductie. Mm. Water ja. is echt... je hebt dat voor alles nodig. Ja, dat is echt zot, hè. Zeg, Jeroentje, we zijn er al 2 uur bezig. Hupla, dat is hier, want dan keer afronden. Ja, dat is goed. Is dat? Laatste foto, het is er een moment toch, kijk. Timing, het is de laatste. Ja, dat is een abstract, kalligrafisch, zou het benoemen. Dat wat werk. Doe je met kalligrafisch? Ja, kalligrafie, de kunst van het schone schrift. Ja. Letters, geïllumineerde letters van vroeger, mijn hoofdletters. Moeder had dat nog gedaan. Is het? Ja. Ah, cool. Maar ze was linkshandig, dus dat was niet makkelijk. Dan veeg je... Ah, ja, nee, inderdaad. Dan moet je met zijn stokje werken. Ja, dat weet zo van ik die niet. Stokjes en zo, dat schilders ook vaak gebruiken om niet in hun werktang. Ja, dat is zo lekker. Een ponsje met een stok aan. En dan kun je dat van boven op je dingen leggen en kun je zo je hand op je stokje rusten. Dan kun je dat ook hier doen. Dat is eigenlijk echt zielig, heel harme linkshanden. Ja. Ja. Eigenlijk echt totaal niet bezig met letters of met woorden. Heel weinig zelfs. Mm-hmm. Maar dat is ook wel weer de sterkte van een letter, is dat je het ook volledig kan abstraheren. En het hoeft niets te zeggen. Ja. Daar ga je misschien letters in herkennen als je dat een beetje bestudeert. Ga je misschien zeggen, ah, dat zou wel een F kunnen zijn. Dat is de bedoeling? Ja. Ja? Je ziet erin wat je erin ziet, maar... Ja. Ik zie een bos met Lian. Ja, voilà, Vital ook. Voor mij is het een beetje een hersenspinsel. Dus zo, je gedachten die in je eigen leven gaan leiden soms. En raakpunten vinden in andere gedachten. Dat is supercool. En vandaar dat ik voor letters gekozen heb, omdat dat dan ook wel nog wat meer die taal en communicatie van je eigen hoofd in beeld brengt. Maar dat kan evengoed neuronen zijn in mijn ogen. Ja, maar nu dat je dat zegt, ik vind ook dat je het coolste vindt van heel de avond. Is het? Ja. Ah, cool. Gewoon omdat ik weet, niet wat dat is, maar... Wat dat erachter zit. Wat dat erachter zit. Mm-hmm. Nu zie ik het lekker in een heel ander ding en dat is... Ja, dat is iets waar ik super veel mee bezig ben, maar wat zijn gedachten, like, werken je hersens en dat vind ik echt nice. Ik vind dat ook heel boeiend om gewoon, ja, je weet nooit zo dat er in iemand anders zijn hoofd afspeelt. Je weet niet hoe dat werkt, he. Soms zo graag zo in iemand zijn hoofd dan krijg ik gewoon van te weten van, het is hier al zo. Ah wel, en dat was bij mijn poging tot interpretatie van hoe dat mijn kop soms voelt. Ja. Het ziet er nog vredevol uit, vind ik. Het valt nog mee, hè. Best aangenaam. Ja, vind ik dat ook. Ja, ik denk dat het min, maar wat meer sterks is. Een beetje doorns. Also. Ja, zo'n beetje bosjes waar hij niet door raakt. Nee, schone. Ja, cool, en heeft dat een naam je werk of niet? Of zie je het vergeten? Ik kan dat geen naam aangeven. Meestal benoem ik ook mijn werken. Ja. Echt, dat is maar achteraf, als je het dan doorstuurt naar iemand. Let ja. nu naar jou. Oh ja, ik had al gezien dat er een paar beesten okay, dan. Ik ga er een naamje aan geven. Ja. Oké. Okay. Dat is cool. Wat is dat? Gewoon een backdrop, nice. Ja, ik was aan het kijken, is dat van jou of niet? Dat is ook van mij, ja. Ja? Dat staat in de tweede baas zien van mij. En mijn deel dan. Ik kan dat eigenlijk nog niet zien. Ah ja, je gaat hem wel tegenkomen. Ja, ik moet hem nog bekijken. Dat is dat. Oké, voilà. Pijs dat we nu verder 2 uur op de kop. Voilà, dus schoon. We hebben dat goed gedaan. Super, super, super. Ik vind dat wel. Je ziet super bedankt dat je ook langskomt. Echt zwaar bedankt dat het mocht komen. Ja, voor mij was het nu een iets moeilijkere livestream, omdat ik niet zo heel veel weet over beeldende kunst. Maar... Dan heb je ook wel je vragen natuurlijk. Hè. Je kunt direct beginnen vanuit je eigen interesse. Ja, dat is dat. Dus ik vond... Ik vind dat heel... Dat je dat heel goed gedaan hebt. Nee, dat gewoon. Ja, ik ben blij dat je ze geweest bent, want ik heb nu like, zo het gevoel dat ik zo iets bijgeleerd ben. Of zo. En je een beetje extra ja. achtergrondkennis van min ook. Ja, maar dat vind ik cool. Want er zijn heel veel, ik ken jou wel persoonlijk al een beetje, maar er zijn heel veel dingen blijkbaar, nog duizend dingen, dat ik niet weet. En dat vind ik wel tof. Als ik hetzelfde met Wart, met andere mensen die langs zijn gekomen, dat ik zoiets had van, oké, dat is heel andere, cool. Andere perspectieven. Ja, dat is inderdaad. Of gewoon ja, ook weten waar ze mee bezig zijn en wat dat onder passie is en ja, dat ze erin ja. staan. Ja, dat zal wel zien. Ja. En uiteindelijk ook wel grappig dat het altijd ook wel een beetje op hetzelfde neerkomt. Zeker dat het iets met kunst is of muziek of whatever, het
komt altijd op hetzelfde. Ja, inderdaad. Ik denk dat een mooie, iets moois is om mee te nemen, inderdaad. Een mooi ding. Het is heel gelijklopend. Ja. Zou je nog wat willen zeggen tegen de kijkers, voordat we weg zijn? Of is het... Ik zou zeggen dat je er interesseert. Check de baas. Ja. Als je into boardgames zit, binnen een paar maanden, hopelijk, kun je de main spelen. En merci voor het kijken. Ja. Super nice. Dat is super mooi. Wat je op Instagram nog droppen in de comments? Als jullie een baas willen, mag je ook sturen naar de pagina van Jeugdhuis Komma. En dan zorgen we dat dat bij deze man terechtkomt. Ja, perfect. En dan komt dat goed, hè? Perfect. Allee, dat was Jeroen, ik was Nina. En wij waren Jeugdhuis Komma TV. Dankjewel, dag! Joe.